Ja, we beginnen maar best, want we hebben een vrij veel vragen op de agenda. We gaan, de minister moet weg om 12:30, dus ronden we sowieso met de vragen af om 12:30, als we niet klaar zouden zijn. Dan schuiven we die vragen eventueel door naar het begin van de middag, voordat we dan de decreten behandelen. Wat ik verder nog moet zeggen is dat we misschien nog een beetje gaan schuiven met de volgorde. Mevrouw Tine Romboots, een duo met mevrouw Miranda van Eetvelde, hadden gevraagd om de vraag eerst te mogen stellen, maar gelegd op het feit dat je collega er niet is, wachten we even. Mm-hmm. Maar zodra zij er is, nemen we die vraag. Is dat goed? Het is vandaag gedichtendag. Dus ik hoop dat iedereen zich ook goed voorbereid heeft met zijn of haar gedichten. Ik zal dan maar de spits afbijten. Ik heb een gedicht tussen de abstractie en de meligheid. heb ik geen risico genomen en een gedicht gekozen van Jan van Nijlen uit 1931. Dat bij elke dag, ik lees het niet elke dag, maar in mijn jeugd, ja, dankjewel collega Van Dalen, uit onze jeugd dus, ja. Bericht aan de reizigers. Besteeg de trein nooit zonder uw valies met dromen. Dan vind je in elke stad behoorlijk onderkomen. Zit rustig en geduldig naast het open raam. Gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam. Zoek in het verleden weer uw frisse kinderogen. Kijk nonchalant en scherp, dromerig en opgetogen. Als al wat gegroeien ziet op het zwarte voorjaarsland, wees overtuigd, het werd alleen voor u geplant. Laat handelsreizigers over de filmcensuur hun woordje zeggen. God glimlacht en kiest zijn uur. Groet minzaam de stationschefs achter hun groene hekken, want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken. En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente van uw lust en hoop en zuurbetaalde centen, blijf kalm en open uw valies, put uit zijn voorraad en ge ondervindt dat nooit een enkel uur teloor gaat. En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord, waarvan ge in uw bestaan de naam nog nooit hebt gehoord, dan is het doel bereikt. Dan leert je eerst wat reizen betekent voor de dolaars en de ware wijzen. Wees vooral niet verbaasd dat langs gewone bomen een doodgewone trein u voert naar het hart van Rome. Dank u wel, collega's. Mevrouw, ja. Het is voor de meeste van ons een dagelijkse ervaring. En dan dacht ik, als iemand dat zo mooi verwoordt, dan kunnen we daar alweer beter mee leven, zeg. Mevrouw Romboots, ik had net gezegd dat u de spits mag afweten van zodra, of mocht spreken van zodra u er was. Alsjeblieft. Mevrouw Van Dietveld, mevrouw Romboots, klaar? Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien de traditie leert dat wij starten met een gedicht, wil ik, voorzitter, ook graag met een gedicht starten, als mijn computer het in principe toelaat, tenminste. Voilà. Ik wil starten, voorzitter, met een gedicht van onze stadsdichter, de eerste stadsdichter, Daan Jansen. In die zin geven we ook de kans aan jonge dichters en dichters die de eerste vloer of platform krijgen en die zijn eerste opdracht erop zet. En nu zal opgevolgd worden door Michiel van Opstal, maar dus bij deze. Een gedicht dat hij schreef voor onze Lange Katrien. En Lange Katrien is onze mooie kerk, de kathedraal van de Noorderkempen, zoals we zeggen, de hoogst rode bakstenen toren van Vlaanderen, die momenteel in de steiger staat en ook in renovatie is van de Bijaard en daar dus een mooi gedicht over schreef. Katrijn, je kan niet ontkennen dat je mij ziet, al hul ik mij in de mistige herfstdagen of klauwt mijn kruin naar de hoogste middagzon. Ik ben de oermoeder van deze stad en ik ben blij dat je weet dat je voor je moeder moet zorgen. Dat je weet dat eeuwen hun tol eisen, dat ze sporen nalaten. Geen groef in mijn bakstenen lijf is onberoerd. Geen schemering zonlicht langs mijn ramenmozaïek, tot in het binnenste van mijn catacomben. Dat ik zelfs, gehuld in al jouw goede zorgen, steeds statig boven de kruinen van ieders huisrijk. Dat ik uitkijk op de dagen die komen en weet wat er altijd al was. Want jullie allemaal zijn de kinderen van mijn oeverloze blik.
En bij deze dus het gedicht voor vandaag, maar ga ik ook graag over tot de vraag van vandaag. Beste collega's, beste minister, in het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 werd afgesproken om de lokale besturen meer autonomie en minder planlast te geven en de sectorale subsidies voor onder andere lokaal jeugdbeleid in te kantelen in het gemeentefonds. Maar er werden ook een aantal belangrijke afspraken gemaakt rond participatie van kinderen en jongeren en de hele monitoring daarover. En ik citeer in deze: alle overheden moeten kinderen en jongeren actief betrekken bij hun beleid, hen erover informeren en garanties inbouwen opdat kinderen en jongeren hun rechten gewaarborgd weten en hun stem wordt gehoord. We stimuleren de inspraak van kinderen en jongeren in het lokale jeugdbeleid. En over de monitoring van de gevolgen van dit nieuwe beleid citeer ik even. We monitoren de gevolgen van het gewijzigd lokaal jeugddecreet van 6 juli 2012 in zaken de ondersteuning en participatie van het jeugdwerk, lokale dienstverlening, infrastructuurbeleid en lokaal jeugdbeleid voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Nu, als minister van Jeugd, minister, gaf u daarom het Instituut voor Overheid van de KU Leuven de opdracht tot de 0-1-meting lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning. Om tegemoet te komen aan de vraag tot monitoring van participatiegraad van kinderen en jongeren aan het lokaal jeugdbeleid. Nu, de resultaten van die 0-1-meting zijn bekendgemaakt, respectievelijk 2014-2017. En we bespraken deze in deze commissie al meermaals, dat daar toch wel een aantal bedenkingen, een aantal bezorgdheden waren en dus niet altijd een rooskleurig resultaat gaven. En dus de eerder eigenlijk negatieve impact op het vlak van jongerenparticipatie in de gemeente. Nu, wat betreft de monitoring van de andere gevolgen van de afschaffing van het decreet lokaal jeugdbeleid, onder andere de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk, verwees u ons steeds naar de nieuwe vrije tijdsmonitor. En wij keken daar dus heel reikhalzend ook naar uit. Deze werd dan ook voorgesteld op het Cultuurforum 2020 in Vilvoorde en is ook online beschikbaar. Deze vrije tijdsmonitor oogt wel fraai, dat kan zeker gesteld worden, maar bevat evenwel geen beleidsanalyse en weinig informatie over het lokaal jeugdbeleid. En in het advies van 9 januari over het lokale jeugdbeleid vraagt ook de Vlaamse Jeugdraad daarom een gedegen monitoring van kwaliteit van het lokaal jeugdbeleid, inclusief de lokale middelen voor het jeugdbeleid en het jeugdwerk en van de evolutie daarvan. En ik citeer even over dat advies. De huidige monitoringsinstrumenten, het lokale vrije tijdsmonitor, stads- en gemeentemonitor, komen hier niet aan tegemoet. Zij vragen om de beleids- en beheerscyclus, BBC, aan te passen om monitoring van de middelen voor het jeugd mogelijk te maken. En dan citeer ik opnieuw. Om sterk lokaal jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid te voeren, hebben we informatie nodig over wat en wie er speelt, welke kinderen en jongeren we bereiken en welke nog niet. We willen elke dag blijven verbeteren en daarvoor hebben we nood aan cijfertool die de kracht maar ook de groeikansen van het jeugdwerk en het jeugdbeleid kan aantonen. Er bestaat dus een duidelijke informatienood over het jeugdbeleid en het jeugdwerkbeleid. We moeten weten hoeveel jeugdconsulenten een gemeente in dienst heeft, hoeveel geld er naar jeugdwerk gaat, hoeveel naar jeugdcultuur en naar jeugdbeleid en hoeveel naar jongerenparticipatie. We vertrouwen op een breed jeugdbeleid en begrijpen de beweging naar meer autonomie op lokaal niveau, maar om ons beleid te verbeteren zijn er wel gegevens nodig over jongerenparticipatie en jeugdwerk. En vandaar, minister, een aantal vragen die ik u in deze ook wil voorleggen. 1. We weten exact hoeveel middelen er in elke gemeente besteed werd aan jeugdwerkondersteuning aan het lokaal jeugdbeleid tot 2014. U maakt zich in deze commissie en elders altijd ook sterk dat er niet zou worden geschrapt in deze middelen. Ik kan u toelichten hoe we via die vrije tijdsmonitor kunnen monitoren wat de evolutie is van die financiële middelen die lokale besturen besteden aan de ondersteuning van het lokaal jeugdwerkbeleid en meer specifiek voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. 2. Tijdens de bespreking van de begroting en beleidsreview jeugd 2019 gaf u zelf aan dat de discussie over de overheveling van de middelen voor het lokaal jeugdbeleid aan de gemeente met lancering van een vrije tijdsmonitor nog niet is beslecht, maar dat met 3/4 van de gemeente aan boord er wel een significante kennis- en gegevensindeling mogelijk is. Nu, welke andere concrete stappen zal u als minister nog zetten om de hierboven geciteerde afspraken met betrekking tot monitoring van de wijziging aan het decreet lokaal jeugdbeleid uit te voeren? En wat is uw standpunt over de vraag van de Vlaamse Jeugdraad om BBC hiertoe aan te passen, zodat we daar ook meer info kunnen uithalen? 3. Nog tijdens de begrotingsbespreking gaf u aan dat de opdracht voor de 2-meting zou worden uitgeschreven. Die meting zal gaan over de periode 1920. Wat staat er concreet in deze studieopdracht? Onder andere welke parameters zullen worden bevraagd? En werd deze ook al toegewezen? Hoe zal dit nieuwe onderzoek zich verhouden tot de vrije tijdsmonitor, onder andere met betrekking tot de financiering van het lokale jeugdbeleid?
En als laatste vraag. Op 1 januari zijn de nieuwe gemeentebesturen van wal gestoken. De eerste keer sinds het decreet lokaal jeugdbeleid is afgeschaft. Welke initiatieven heeft u als minister, al dan niet samen met VVJ-bataillon en de ambassade, genomen om hen te inspireren en te stimuleren voor een ambitieus lokaal jeugdbeleid op maat van de noden en behoeften van kinderen en jongeren in hun gemeente of stad? En meer concreet voor de oprichting van een aparte jeugdraad. Het uitwerken van een ambitieus jeugdbeleid in een strategisch meerjarenplan, de uitbouw van een sterke jeugddienst en de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk en om de vrije tijdsmonitor in te vullen. Tot hier mijn vraag. Dank u wel, meneer de minister. Of, pardon, mevrouw Van Eetvallen, mijn excuses. U krijgt het woord voor de tweede vraag aan Eniman, ook voor uw gedicht. Ja, ik ga ook eerst voor een gedichtje van Jean-Pierre Rawy, dat is een Nederlandse schrijver. En de titel is Interieur. In dit met boeken volgestouwd vertrek heb ik steeds minder anderen van noden. Met al mijn aan de dood ontstegen doden, iedere nacht stilzwijgend in gesprek. Bij wie is wat ik lief heb nog in trek? Het meeste is al eeuwen uit de mode, van wat ik deed, uit nood of om den brode. Rest enkel de grandeur van het échec. Maar ook al bood het leven nog zoveel, waar ik mijn tanden op heb stuk gebeten, één regel en de wereld raakt vergeten. Eén rijm en het verscheurd heelal wordt heel. Alleen achter mijn schrijftafel gezeten heb ik opnieuw aan heel de schepping deel. Voilà. En dan ook nu mijn vraag, onmiddellijk. Meneer de minister, op 9 januari 2019 bracht de Vlaamse Jeugdraad een advies uit over de toekomst van het lokale jeugdbeleid. Dat kwam er omdat zij na de veranderingen in de huidige legislatuur een stand van zaken wilden opmaken en enkele adviespunten wilden meegeven naar de toekomst toe. Het lokale beleid heeft de afgelopen jaren immers heel wat veranderingen doorstaan, niet enkel op het vlak van jeugd. Zo werd er door de Vlaamse regering beslist om meer taken en verantwoordelijkheden toe te kennen aan de lokale besturen. Belangrijk daarbij is dat ze voldoende autonomie en beslissingsruimte kregen. Er werd meer vrijheid geschonken vanuit Vlaanderen, zodat de lokale entiteiten op hun eigen tempo hun prioriteiten konden plannen. De sectorale subsidies onder andere van het lokaal jeugdbeleid werden toegekend aan het gemeentefonds. Om deze evoluties in de gaten te houden, werd er ook beslist om alles na van hand te monitoren. Zo werden de 0- en 1-metingen uitgevoerd, respectievelijk in 14 en in 17. Uit de resultaten van de 1-meting kwamen enkel opvallende elementen naar boven. En zo bleek dat gemeenten algemeen gezien tevreden zijn over de integratie van het jeugdbeleid in het nieuw strategisch meerjarenplan. Belangrijk was wel dat er een lichte planlastvermindering zou zijn. Anderzijds was het wel zo dat het strategisch meerjarenplan minder zichtbaar, concreet en onderbouwd was dan haar voorganger. Toch had dit geen invloed op de mate van de politieke aandacht voor het jeugdbeleid. Andere elementen, zoals een nieuwe schepen van jeugd of het label kindvriendelijke steden en gemeenten, zorgden voor een veel grotere verschuiving van de politieke aandacht. Ten slotte was het ook opvallend dat de lokale jeugdraad aan belang moet inboeten. Net zoals andere adviesraden is hun rol verkleind en klinkt hun stem minder luid. De resultaten van de 1-meting waren dus niet eenzijdig negatief, maar anderzijds ook niet positief. Het beeld was gemengd, maar wat wel duidelijk was, is het feit dat verschillende zaken goed in de gaten moeten gehouden worden en zo nodig bijgestuurd. Daarom is het ook een goede zaak dat er in de periode 2019-2020 een 2-meting zal plaatsvinden om de veranderingen blijvend te monitoren. En in het advies van de Vlaamse Jeugdraad staan verschillende aanbevelingen geformuleerd. Zo vragen ze onder andere meer verankering van de participatie van kinderen en jongeren, een degelijk en kwaliteitsvolle monitoring van het lokaal jeugdbeleid en een oproep tot meer investeringen in het jeugdwerk over alle beleidsdomeinen 1. En daarom, meneer de minister, heb ik graag antwoord op de volgende vragen. Hoe staat u tegenover het advies van de Vlaamse Jeugdraad en in hoeverre zal u ingaan op hun geformuleerde aanbevelingen? En in hoeverre bent u van mening dat de huidige bestaande monitoringsmechanismen voldoende zijn om het lokale jeugdbeleid te bewaken? En wat is de stand van zaken van de voorbereiding van de 2-meting? En is er al meer zicht op een plan van aanpak en een concrete timing? Dank u wel, mevrouw Van Eetvelde, meneer de minister. Ja, dank u wel. Van mijn kant zal ik alvorens zakelijk te worden zoals u dat van mij verwacht. Misschien niet verhoopt, maar dat is iets anders. Ook een gedicht voorlezen. Het heet De Deugdzame Stad en het is van de hand van Fikri El Azouzi. Om de stad en zijn inwoners te veroveren, moet je klein beginnen. Begin met plat op de buik te liggen en maak je vuil voor de stad. Denk eens buiten de zinnen, want om de stad te beminnen,
moet je beginnen met de ouderen. De patser, de zwerver, de hoer, de hoerloper, de dronkaard, de eenzaad en de verschoppeling. Zij wachten op het bezoek van de imam, de minister en de pastoor. Dus stop met preken voor eigen garage, kerk en kantoor. Bezie het vuil van de stad zoals het hoort. Vecht tegen de leegstand van het hoofd. Wordt het niet normaal om elke vrijdag het gebed van de moslim te doen in de kathedraal? Wat je kunt doen is opgaan in de stad, opgaan met het volk. Wat niet wil zeggen dat je samen dronken hoeft te worden. Wat niet wil zeggen dat een bezoek aan een prostituee gelijk staat met een vleeselijke handeling. Maar sta toch open voor een lange wandeling. De stad heeft kritische denkers nodig die in de straten blijven hangen. Of denk je dat we leven in andere tijden en wil je het vuil van de straat liever ontwijken? Vermijd je angsten en eigen verlangens. De stad heeft intellectuele hangers nodig die zich insmeren met het vuil van de straatstenen. En wil je het vuil van de straat liever negeren? Geef gehoor aan de stad en vermijd het opbod van wie de grootste heeft. Ga undercover, wees een slapende cel en toon beleefd dat je ook over pinten en pitas kunt praten. Wees geen domoor en besef dat het niet om jou gaat. Het is de stad in al zijn vuiligheid en die je kunt liefhebben of haten. Onthoud vooral dat het niet om jezelf, maar om de stad moet draaien. Voilà, het is altijd een vervelende zaak om dan een andere tekst te beginnen voorlezen, maar we gaan toch ons best doen. Goed, de eerste vraag van beide vragenstellers, of een van de twee. Hoe sta ik tegenover het advies van de Vlaamse Jeugdraad en de aanbevelingen? Uiteraard is een advies van de Vlaamse Jeugdraad altijd interessant, omdat daar toch wel hard op gewerkt is. En ik snap dat de sector bezorgd is over de toekomst van het lokaal jeugdbeleid. Maar toen het Vlaams parlement in het begin van deze legislatuur de beslissing nam om de sectorale subsidies te laten inkantelen in het gemeentefonds, werd daarmee ook de keuze gemaakt, dat weet u, om lokale besturen de autonomie te geven om een beleid te ontwikkelen op maat van hun inwoners en dus ook van hun jonge inwoners. Door de inkanteling veranderde de verhouding tussen Vlaanderen en de lokale besturen en neemt Vlaanderen, zoals u weet, eerder een ondersteunende en stimulerende rol aan in plaats van een controlerende die ze vroeger had. Het is vanuit die vernieuwde visie dat ik de voorbije jaren mijn beleid vorm heb gegeven en het is ook vanuit dit perspectief dat ik op de aanbevelingen van het advies wil reageren. De eerste aanbeveling, inderdaad, veranker de participatie van kinderen, jongeren en hun organisaties decretaal. Het huidige decreet lokaal jeugdbeleid belichaamt de gewijzigde relatie tussen de lokale besturen en Vlaanderen. Het decreet voorziet nog steeds de verplichting van het hebben van een jeugdraad en bepaalt ook de rol van die jeugdraad. Maar we weten dat daarnaast beleidsparticipatie van kinderen en jongeren op lokaal niveau ook volop in beweging is. Heel wat lokale besturen experimenteren met andere participatievormen dan enkel de klassieke adviesraad. En het kan dan gaan over overlegtafels, themacafés, digitale participatie. Dat kunnen minstens even waardevolle aanvullingen zijn op het werk van de jeugdraad. Het lokale bestuur dient hiertoe de nodige speelruimte te krijgen en ook te geven. Via het decreet lokaal bestuur worden de algemene kaders aangeboden om hiermee aan de slag te gaan, zonder alles strak vast te leggen. Het stimuleren van participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal beleid is en blijft heel zeker een opdracht van de Vlaamse overheid. Een opdracht waar ik de voorbije jaren ook in heb geïnvesteerd. Ik denk hierbij aan de extra middelen die ik aan VVJ Bataljon gaf om vanaf 2018 de participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal beleid nog sterker op de kaart te zetten. Ook de ontwikkeling van de jeugdmonitor, een digitaal tool die lokale besturen kunnen gebruiken om kinderen en jongeren te bevragen. Ook de middelen die werden toegekend voor het project The Battle, waar 154 inspraakmomenten werden georganiseerd in heel Vlaanderen en Brussel naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. En ook de ontsluiting van de goede praktijkvoorbeelden, dat zijn er toch telkens heel wat, dat weet u, in het kader van het traject De Prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen. Tweede aanbeveling van de jeugdraad voorzie vanuit de Vlaamse overheid een gedegen monitoring van de kwaliteit van het lokaal jeugdbeleid, inclusief de lokale middelen voor jeugdbeleid en jeugdwerk en van de evolutie daarvan. Er is de voorbije jaren hard gewerkt en geïnvesteerd in het monitoren en het in kaart brengen van het lokaal jeugdbeleid. Via de onderzoeken zoals de 0- en de 1-meting, waar we het hier al uitgebreid over gehad hebben.
de cijferboeken en uiteraard ook de lokale vrije tijdsmonitor. Deze monitor bevat gegevens die het lokale jeugdwerk illustreren. En de monitor maakt het voor iedere gemeente ook mogelijk om de cijfers met betrekking tot het eigen grondgebied in te kijken, uiteraard. Maar vooral ook die te kunnen vergelijken met een vergelijkingsgroep zoals bijvoorbeeld het Vlaams gemiddelde of vergelijkbare gemeenten. De komende weken zal ik de opdracht geven aan de administratie om een tweemeting voor te bereiden. De meting zelf kan immers pas opgestart worden in 2020. Daarnaast moet ook het project basismonitoring van ons departement, dat in 2018 van start ging, in de toekomst relevante cijfers genereren. Om tot een goed instrument te komen is het belangrijk dat het jeugdwerk uiteraard betrokken wordt bij dit hele project. De derde aanbeveling is: creëer en stimuleer alle kansen tot meer jeugdwerk. Ik ben het met deze aanbeveling volledig eens. Ik ondersteun vanuit de baseline van het congres van de ambassade hashtag jeugdwerk werkt, dat jeugdwerk een basisrecht is voor alle kinderen en jongeren. Want iedereen heeft het recht om zich echt jong te voelen en om daar zoveel mogelijk ruimte voor te krijgen. En inderdaad, daarom zal er in de toekomst meer jeugdwerk nodig zijn en moeten we als samenleving de keuze maken om meer te investeren in kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Nu, de voorbije beleidsperiode zijn er al degelijk wel initiatieven genomen om het jeugdwerk een aantal belangrijke kansen te geven. Ik geef enkele beleidsinstrumenten die u kent. Er is het masterplan Diversiteit in het jeugdwerk, waar we volop mee bezig zijn. Er is het netwerk Jeugdwerk voor Allen, waardoor het lokaal jeugdwerk kan ondersteund worden om hun werking toegankelijker te maken voor alle kinderen en jongeren. Er is ook het decreet boven lokaal jeugdwerk, waardoor jeugdhuizen werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, werkingen met kinderen en jongeren met een handicap en intergemeentelijke samenwerkingen structurele werkingssubsidies kunnen ontvangen, die ook, zoals u weet, de laatste jaren gestegen zijn. Er is ook het decreet boven lokale cultuurwerking, wat misschien wat verder lijkt af te staan van dit debat, maar waar jongeren die een boven lokaal cultureel project opzetten ook in of door kunnen ondersteund worden. Dan blijft er de subsidielijn experimenteel jeugdwerk binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, waarbij ook boven lokale initiatieven een project kunnen indienen. We hebben uiteraard onze uitleendienst voor kampeermateriaal. Er is de vernieuwde kadervorming, waar vorige week nog interessante gegevens over verschenen, waardoor jongeren een attest van animator, hoofdanimator en instructeur kunnen verwerven en die we toch ook, zou ik zeggen, in een toekomstgericht kleedje hebben kunnen steken. Er is het recente initiatief ook met de collega's Krevits en Muiters om avontuurlijker en groenere speelplaatsen te krijgen, dus om letterlijk meer ruimte, speelruimte te hebben. En last but not least, de structurele ondersteuning van een 100-tal Vlaamse jeugdverenigingen die op hun beurt het lokaal jeugdwerk ondersteunen. Dus het zijn toch een aantal basiselementen die nog steeds sterk blijven en die inderdaad, wat mij en wellicht ook wat deze commissie betreft, in de toekomst nog kunnen uitgebouwd worden. Maar dat zal toch wel eerder een zaak zijn van de volgende beleidsploeg om daar de juiste perspectieven aan te geven. Dan uw tweede vraag. Zijn de bestaande monitoringsmechanismen voldoende? Zoals ik reeds aangaf, zijn er een aantal degelijke monitorinstrumenten voorhanden. En ik wil hierbij het voorbeeld van de lokale vrije tijdsmonitor nemen. In het advies van de Vlaamse Jeugdraad wordt het volgende vermeld, en ik citeer: we willen elke dag blijven verbeteren en daarvoor hebben we nood aan een cijfertool die de kracht, maar ook de groeikansen van jeugdwerk en jeugdbeleid kan aantonen. Einde citaat. Indien men de kracht van het jeugdwerk wil meten, dan kan je dit bijvoorbeeld doen door de cijfers van de tewerkstelling in de jeugdsector bij de lokale besturen te gaan bekijken. Dat is misschien niet het enige criterium of eikpunt, maar niet onbelangrijk. En hierbij alvast een aantal cijfers die uit die lokale vrije tijdsmonitor komen. In 2017 kregen jeugdwerkers in heel Vlaanderen 15.218 statuten toegekend. Dat zijn er voor een heel groot deel wel 10.206 voor speelpleinwerking, dus dat is een apart gegeven, zoals u weet. 2.257 voor vakantiewerking. 1193 voor buitenschoolse opvang en 1262 voor andere jeugdprojecten. Als we dat dan tot arbeidsplaatsen terugbrengen, dan gaat het voor de jeugdsector in totaal over zo'n 1630 arbeidsplaatsen. En daarnaast werkten 8252 jeugdwerkers onder een vrijwilligersstatuut. Dan drie, de stand van zaken van de voorbereiding van de tweemeting. Ik heb het al even gezegd, de komende weken gaan we de opdracht geven om dat allemaal in goede banen te leiden en voor te bereiden. Uiteraard is het zeker belangrijk dat, zoals dat bij de vorige metingen gebeurd is, de relevante actoren betrokken worden bij dit traject. Dus met andere woorden, wat we juist
gaan meten en hoe we dat gaan doen. Uiteraard verdergaand op de vorige twee, dat spreekt voor zich. Dat staat nog niet helemaal vast, maar de jeugdsector zal daar zeer uitgebreid in meegenomen worden. En hoe die tweemeting dan zich zal verhouden tot de lokale vrije tijdsmonitor, dat gaan we ook bekijken. Ik herhaalde het, de meting zelf gebeurt in 2020. Dan de evolutie van de financiële middelen die lokale besturen besteden, de vierde vraag. Aangezien het in deze monitor om een nulmeting gaat, kan uit de toepassing zelf nog geen evolutie, dat had ik ook voordien gezegd, met voorgaande jaren worden opgetekend. Wanneer we naar het financiële plaatje kijken, merken we dat de gemeente samen 103.729.832 euro als exploitatieuitgaven lieten optekenen. Dat is de bron is hier de beleids- en de beheerscyclus van Agentschap Binnenlands Bestuur. 204 van de 232 ingevoerde gemeenten toont aan financiële ondersteuning te bieden aan erkende en niet erkende verenigingen in het beleidsveld jeugd. De vrije tijdsmonitor maakt een onderscheid tussen initiatieven voor laaggeschoolde jongeren, kinderen en jongeren met een beperking of in armoede. En hierbij kunnen we zeggen dat 199 van de 232 ingevoerde gemeenten, wat dus 86% is van alle gemeenten, dat die dus investeren in armoedeinitiatieven voor kinderen en jongeren. Dan de vraag van de jeugdraad om BBC nu al aan te passen. De vijfde vraag. Ik ben van mening dat we eerst moeten kijken welke cijfers er nodig en wenselijk zijn. Het is hierbij belangrijk dat de administratie en de sector dit samen oplijsten. En op basis van die lijst kan dan gekeken worden welke cijfers reeds kunnen gegenereerd worden uit de monitoring tools, databanken, onderzoeken. Pas als dit niet het verhoopte resultaat oplevert, komt voor mij een wijziging van BBC in het vizier. Dus ik laat de deur zeker op een kier, maar ik denk dat we met de sector eerst nog grondiger moeten doorpraten. En dat zal dan ook een gevolg zijn, uiteraard, van het advies van de jeugdraad. Dan de nieuwe gemeentebesturen, laatste en zesde vraag. Sinds, wat hebben we daar alleen mee gedaan, of wat hebben we ten aanzien van hen kunnen doen? Sinds 2017 loopt er, zoals u weet, bij VVJ Bataljon het traject Plan het Plan om jeugdraden en diensten klaar te stomen om met de nodige kennis en expertise het planningsjaar 2019 aan te vatten. Het project Die Battle, dat samen met de ambassade werd georganiseerd, is hiervan natuurlijk ook een onderdeel, legt een basis. En ik ben van mening dat deze twee bovenbouworganisaties de natuurlijke kernspelers zijn en blijven om het lokale jeugdwerk en jeugdbeleid sterk te maken. Als minister is het belangrijk dat ik deze organisaties in die zin ook verder blijf ondersteunen. Dit gebeurt in eerste instantie door middelen toe te kennen om trajecten als Plan het Plan of Debattle mogelijk te maken. En daarnaast ondersteun ik ook via het aanreiken van instrumenten zoals de lokale vrije tijdsmonitor en de jeugdmonitor, die ook door VVJ Bataljon wordt gebruikt voor het begeleiden van steden en gemeenten in hun lokale participatietrajecten. Ook de administratie neemt uiteraard heel wat initiatieven, zoals de verspreiding van het nieuwe inspiratiekader voor kindvriendelijke steden en gemeenten. Dat zijn toch telkens zo'n 60 interessante, goede praktijken waaruit alle gemeenten qua inspiratie kunnen putten. Zij organiseren ook infosessies rond het decreet boven lokaal jeugdwerk en boven lokale cultuurwerking. Er is de promotie door de administratie van jeugdmaps en er is het geven van presentatie over de lokale vrije tijdsmonitor. Er is dus toch wel een heel palet aan maatregelen met als één doel het lokaal jeugdbeleid en jeugdwerk versterken en dus zeker niet toelaten. Zeker niet loslaten, excuseer. Ik denk dat ik hiermee toch wel uitvoering gegeven heb aan wat ik beloofd had, namelijk de monitoring aan zich. En ik heb ook altijd gezegd dat we zouden staan waar we nu staan. We hebben nu een eerste monitoring, dus een nulmeting op dat vlak. En het zullen dus de komende jaren zijn die uitwijzen op basis van parameters, politiek, maar ook samen met de jeugdsector te bekijken, die aangeven in welke richting de ondersteuning vanuit steden en gemeenten ten aanzien van het lokaal jeugdwerk juist gaat. Maar dat we dat met zorg en waakzaamheid zullen volgen, dat hoeft hopelijk geen betoog. Dank u wel. Mevrouw Rombouts. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister. Heel wat informatie, meer informatie dan de vragen die we specifiek gesteld hebben, maar specifiek naar een aantal vragen, minister, blijf ik toch een beetje op mijn honger zitten. Heel concreet, u haalt aan, van kijk, we hebben nu een vrije tijdsmonitor waar we denk ik wel een aantal elementen kunnen uithalen. Daar ga ik ook vanuit. Ik bedoel, er is ook werk aan gestoken en met een duidelijke opdracht. Maar de ervaring van zij die er eigenlijk mee aan de slag willen en daar ook effectief mee willen kunnen werken om conclusies uit te trekken en zo meer,
blijkt toch wel dat de cijfers en de groepen, de manier van wijzen van opvragen, dat die vandaag zeer, zeer breed zijn. Waardoor dat eigenlijk het interpreteren van de cijfers alle richtingen kan uitgaan en je eigenlijk niet goed weet hoe dat je met die cijfers moet omgaan. En natuurlijk, goochelen met cijfers, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar om iets concreet te leren en te kunnen concluderen uit cijfers, dat is wel een moeilijkere opdracht. Dus in die zin ben ik toch bezorgd. Als u stelt van, kijk, ik wil eerst toch eens kijken hoe dat het nu verder gaat lopen, voor ik daaraan ga bijsleutelen. Want ik denk dat de roep vanuit de sector in deze heel duidelijk is. U geeft aan dat u de deur op een kier laat. Dus bij deze mijn vraag heel duidelijk. Ja, die kier, hoe lang blijft die openstaan of moet die wachten voordat we weten dat daar mee aan de slag gegaan wordt? Voorziet u overleg? Is dat heel concreet en duidelijk op korte termijn? Of stelt u van, kijk, ik laat de deur op een kier, we gaan binnen een jaar wel eens evalueren? Hoe moet ik dat interpreteren? Daar zou ik heel graag van u toch wel een duidelijk signaal of antwoord krijgen, hoe u daarmee aan de slag gaat. Wat betreft het verhaal rond de financiële middelen en de interpretatie daar rond, stelt u dat, gezien we met een nieuw instrument werken, het niet zo, of eigenlijk niet mogelijk is om te vergelijken met de voorgaande jaar, dat u dat in het verleden ook gesteld heeft. Ik denk dat wij nogthans vanuit het parlement hier eigenlijk de voorgaande jaren heel duidelijk gevraagd hebben om de manier waarop u de eerste metingen deed, dat u in de meting nu, dat u daarmee opneemt, dat het effectief wel vergelijkbaar is. Ik bedoel, dat is een manier van cijfers opvragen, dat is misschien eventueel overgangsmaatregelen treffen, maar dat was toch heel duidelijk, dacht ik, de opdracht vanuit het parlement ook, om te zeggen van, kijk, laat ons nu de metingen en de cijfers die we nu kennen, van 14, van 17, niet zomaar overboord gooien en zeggen, oké, we starten wel eens met een nieuwe lei nu in 18 en in 20, zodat we de geschiedenis kunnen wegvagen. Ik denk dat heel duidelijk de vraag was om net wel te kunnen vergelijken en kennisopbouw te kunnen doen en niet om de zoveel jaren met iets nieuw af te komen, waardoor dat inderdaad een leerschool en een evaluatie niet meer, of een evolutie bedoel ik, niet meer zichtbaar is. Dus in die zin, minister, mijn tweede vraag toch wel van, ja, ik zou toch wel willen opteren om daar op een of andere manier een vergelijkbaarheid te kunnen realiseren. Dus op welke manier u dat wenst te doen of waarom u dat totaal niet belangrijk vindt. Want we hebben de afgelopen jaren toch wel net wat wijzigingen gehad op dat vlak. En als derde elementje, het is positief om te horen dat inderdaad vanuit de administratie heel gericht informatie gaat naar de gemeenten toe, naar de jeugddiensten toe. Ik ga ervan uit ook naar de schepenen van jeugd toe om heel wat good practices mee te geven, om heel wat inspiratie ook mee te geven. Ik denk dat dat inderdaad ook de moment is om dat te doen, dus dat is zeer positief. Maar in deze ook mijn vraag misschien iets specifieker. Heeft u ook, of neemt de administratie dat ook mee, om datgene wat wij geleerd hebben uit de 0 en de 1-meting en de zwakkere elementen die daar uitkomen, wordt daar ook heel gericht naar de gemeenten toe gecommuniceerd. Van kijk, dat heeft ons geleerd, dus dat vraagt toch wel expliciet extra aandacht. Mogen we daar u extra op duiden of eventueel daar extra inspanningen voor verwachten? Ja, dus heel duidelijk uit de conclusies van de 0 en de 1-meting. Dank u wel, mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. En ook bedankt aan meneer de minister voor de antwoorden. Heel wat antwoorden en heel veel informatie, inderdaad. Nu ja, het is zo dat de Vlaamse Jeugdraad en bij uitbreiding het ganse jeugdwerk, dat die toch al verschillende jaren die nadruk leggen op die voldoende monitoring, vooral voldoende inspraak en betrokkenheid. Dus ik denk dat we ze daar zeker en vast moeten in tegemoetkomen, zonder daarom de autonomie van de lokale besturen te doorkruisen. Nu, de vrije tijdsmonitor die geeft een deel van het antwoord, maar natuurlijk hebben we geen overzicht van alle gemeenten. Hè. Dus we zien 232 van de 308 gemeenten hebben deelgenomen. Het geeft alleszins wel al een eerste indruk voor de gemeenten. Maar er zijn toch nog wel wat onduidelijkheden over die vrije tijdsmonitor. En het is ook niet duidelijk hoe dat die cijfers worden gecontroleerd of die wel kloppen. En mijn collega gaat er volgende week, denk ik, misschien ook nog dieper op ingaan op die vrije tijdsmonitor, wat cultuur en sociaal-cultureel volwassenenwerk betreft. Maar wat jeugd betreft, vraag ik mij toch af of u meer achtergrond kan geven over die verwerking van die gegevens en
welke weg doorlopen die gemeenten eens dat ze hun gegevens hebben ingegeven. Hoe wordt dat dan ook teruggekoppeld naar de gemeenten en hoe wordt ervoor gezorgd dat gemeenten blijvend input geven? En dan bedoel ik zowel de gemeenten die al gegevens hebben ingegeven als nieuwe gemeenten. Nu, de jeugdmonitor, dat is een ander instrument om te peilen naar de lokale noden van kinderen en jongeren. Er zijn ook heel wat gemeenten die daar al op ingetekend hebben, maar het is toch ook nog altijd onduidelijk hoeveel gemeenten hier effectief gebruik van maken. Ik weet niet of dat u daar ondertussen meer duidelijkheid over heeft of dat ik dat nog eens stel in een schriftelijke vraag. Verder denk ik dat wij met onze fractie vooral ook de nadruk leggen op die lokale jeugdraden. Dat is voor ons een heel belangrijk, dus dat ze daar de kinderen en de jongeren betrekken bij het beleid. Wij geloven rotsvast in de wijsheid van die lokale besturen. Ik denk dat we een rol, een lokale autonomie, dat we dat eigenlijk niet mogen onderschatten. We hebben daar ook toch wel wat vertrouwen in. Maar het is ook natuurlijk zo dat kinderen en jongeren, de manier waarop dat die participeren, dat dat ook altijd aan verandering onderhevig is. En dat is natuurlijk een evolutief gegeven. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat al die meetinstrumenten, dat die op elkaar afgestemd worden. Als we eigenlijk in de toekomst een goede analyse willen hebben van de verschillende meetinstrumenten, hoe dat die samenwerken, dat we dat echt wel allemaal op elkaar moeten afstemmen om een volledig beeld te krijgen. Zowel de vrije tijdsmonitor, de 1-meting, de 2-meting, de jeugdmonitor, maar dat we toch een totaalbeeld krijgen van alles. Dus hoe het eigenlijk nu allemaal samenwerkt. Dank u wel. Ik wil nog collega's. Ik wil gewoon één zinnetje toevoegen aan de tussenkomst, omdat alle bedenkingen zijn legitiem, denk ik, hè, maar de meest problematische kwestie vind ik de onvolledigheid. Dus een dergelijke monitor is maar een goed instrument en de mate dat je daar een quasi-volledigheid mee gaat nastreven, het wordt anders immens onmogelijk om daar interpretatie aan te geven en beoordeling op termijn. En dat is doodjammer voor die 200 en zoveel gemeenten die wel meedoen, dat de inspanning die zij leveren, moeilijk interpreteerbaar worden. En dat wordt veroorzaakt door diegenen die niet meedoen. Dus ik denk dat, los van de methodische kwesties en de themata en de interpretatie, dat het pijnpunt bij uitstek is. Ik denk dat we volgende week rond cultuur, ik merk, er zijn twee vragen om uitleg ingediend, parallel hiermee rond cultuur en sociaal-cultureel werk. Die lopen parallel, dus die kunnen we bij een volgende zetting behandelen. Geen probleem, maar daar is de problematiek eigenlijk dezelfde, meneer de minister. Het goede nieuws is in elk geval, ik weet niet wat velen onder jullie dat zouden verwacht hebben, dat 86% van de gemeenten aan die vrije tijdsmonitor deelnemen. Dus in elk geval hoger dan mijn verwachtingen lagen. Ik vreesde dat we ergens tussen hangen en wurgen van 60% of 70% zouden uitkomen. En 100%, ik denk niet dat we daar moeten op hopen. Hoe jammer het ook wezen, dat is de consequentie van de keuze die de meerderheid in dit parlement gemaakt heeft. Men moet die ook nemen. Maar 86% is hoog. Als respons is dat hoog in een enquête, hè, want dat is het toch. Dus in die zin kunnen we met die cijfers wel iets doen. Waarom heeft dit allemaal zo lang geduurd om dat allemaal op punt te stellen? Ja, omdat we natuurlijk als onderhandelingspartner een gedegen VVSG aan de overzijde hebben die zegt van ja, allemaal goed en wel om als Vlaamse overheid het beleid lokaal te laten inkantelen. Maar nu willen jullie toch nog gegevens. Hè? Dus het is een normale opstelling. Maar ik bedoel, daarmee doen wij het dan. Hè? En ik denk dat VVSG zich dan ook heel constructief heeft opgesteld om te zeggen, goed, welke gegevens set willen we dan juist hebben? En nu zijn we eindelijk, en dan hebben we het moeten implementeren, ICT-gewijs en methodologisch, en nu zijn we eindelijk aan de eerste return van de cijfers. Maar ik geef toe, en dat zal ook het gesprek zijn, in die zin is dat een goede discussie volgende week rond cultuur in het algemeen. Dit zijn op dit ogenblik heel erg bruto-cijfers. Hè. En we zullen dus moeten kijken met de administratie. Misschien moeten we daar ook wetenschappelijke hulp toch wel wat bij vragen. Dat is te bekijken, ik laat het open. Om een akkoord te hebben met alle betrokkenen, hoe we die cijfers dan uiteindelijk gaan gebruiken en interpreteren. Hè. Want op dit ogenblik komen ze binnen en zijn ze zeker bruikbaar. Maar en de vergelijking is misschien niet 100% met het vorige. Maar dat is ook omdat VWSG zegt, ja, maar we willen ook niet zomaar het vorige blijven doen, er is iets veranderd. Hè. Dus ik werk met de mogelijke vragen en beslissingen
zowel van de regering als van het parlement. En ik denk dat ik daar een heel correct gehoor aan geef. Ik denk als we nu de stap kunnen zetten, ook met de cultuursector en de jeugdsector, van hoe gaan we nu juist die, met bruto cijfers bedoel ik, die ruwe cijfers, ze liggen daar, hoe gaan we daar nu de komende jaren mee aan de slag en zijn we akkoord over bepaalde interpretaties of geraken we over bepaalde dingen het niet eens, dan weten we dat toch ook al, dan kunnen we tenminste het vergelijkingspad beginnen opzetten. Maar dus de sector zal er heel nauw bij betrokken worden. Ik vond het in die zin ook goed dat de federatie vorige week en de jeugdraad nu ook op zijn manier reageert en zegt, ja, maar dit zijn cijfers, wat moeten we daar nu juist mee aan? Wat kunnen we daar juist mee afleiden? Laten we dat in een open dialoog met de sector verder bekijken. De tweemeting zelf, dat is dan weer een andere specifieke, jeugdspecifieke meting. Daar zullen we natuurlijk wel op het vergelijkbare punt van 0 en 1 mee verder gaan, dat spreekt voor zich. Maar ook daar, ik heb het gezegd, wordt de jeugdsector nauw bij betrokken. Mochten er nog andere invalshoeken zijn, dan willen we dat doen. Dus, ik herhaal het nog eens, ik ben ervan overtuigd dat ik u afgeleverd heb wat ik u beloofd heb 2 jaar geleden. En men kan niet het een en het andere tegelijk willen. Er zijn beslissingen die men, zou ik zeggen, een stuk moet assumeren. En ik denk dat we de massa van gegevens die we nu hebben, dat we die een stukje moeten richten, eiken en een akkoord vinden over hoe kunnen we daar nu als interpretatiemonitor mee aan de slag de volgende jaren. Het debat over of het dan een goede keuze was of niet, de lokale inkanteling van jeugd- en cultuurbeleid, dat zal blijven. Ik bedoel, dat is een debat van politieke stellingname, is ook een debat dat in de sector met ergens ogen bekeken wordt. Maar ik zal toch mijn best doen om, voor de tijd die ik hier nog zit, om die twee zaken een beetje uit elkaar te houden. Men kan het over het laatste eens of oneens zijn, dat is geen enkel probleem. Maar bij het eerste moeten we toch proberen om met zoveel mogelijk mensen te zeggen, want dit is nu de interpretatie van de cijfers nu en de komende jaren die we eraan willen geven. En het betrekken van de sectoren daarbij is volgens mij de beste garantie om het niet vanuit een ivoren toren te doen. Dank u wel, mevrouw Rombouws. Laatste woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister. Collega's, laat het duidelijk zijn dat het vertrouwen in de lokale besturen en de keuze om inderdaad dat vertrouwen ook bij die lokale besturen te leggen, dat ik denk in ieder hier in het parlement daar wel geloof en ook achter staat. Hè. Dus inderdaad, dat feit dat zij dichtst bij onze burgers, bij onze kinderen en jongeren staan, ik denk niet dat dat op een of andere manier in vraag wordt gesteld. Maar het feit dat je op een goede manier beleid wil kunnen voeren, ook op lokaal niveau, kan je maar voeren als je goede parameters hebt, dat je goede vergelijkingen kan maken. En dat is denk ik wel een ongelooflijk cruciale taak als Vlaamse overheid. Je kan niet verwachten dat elke lokale jeugddienst, vergelijkt met zijn buurgemeente dan nog, maar als je dat op grotere schaal wil doen, dan is dat gewoon een cruciale opdracht om die lokale besturen op een goede manier vertrouwen te kunnen geven, zodat zij op een goede manier kunnen handelen en snel eventueel kunnen inspelen op veranderingen en of eventueel ook vanuit Vlaanderen inspelen op opleidingen of tips of en zo meer. Dus die gegevens zijn gewoon cruciaal dat die op een goede manier worden verzameld. Het feit trouwens ook dat onze jeugddienst en de gemeente zo massaal deelnemen om die gegevens in te vullen, minister, u bent er positief door verrast. Ik kan er alleen maar toejuichen, maar is ook denk ik het grootste bewijs dat die lokale bestuurders en de jeugddiensten er zelf om smeken om op een goede manier die vergelijking te kunnen maken en dat ze echt wel paraat staan om daaraan mee te werken en dat dat niet ervaren wordt als administratieve overlast. Dus in die zin, minister, zegt u van kijk, we hebben met VVSG ook gesproken en ja, we zien dat er een aantal dingen worden ingekrompen. Nu, ik denk dat het signaal vanuit het parlement, maar ook vanuit de jeugddiensten, heel duidelijk is. En dus de vraag om toch ervoor te zorgen dat die cijfers goed vergelijkbaar zijn. Ik heb begrepen van u dat u stelt dat u de komende weken daarmee aan de slag gaat. Dus ik kijk ook uit naar die resultaten voor de komende weken om te zien hoe dat we daar toch stappen voorwaarts kunnen zetten. Want zoals u zelf ook aanstelt, de federatie heeft inderdaad terecht eveneens die opmerkingen gemaakt. Zij zijn eveneens zeer bezorgd over die vergelijkbaarheid en het feit dat die cijfers veel te algemeen zijn en dat we daar dus eigenlijk niet mee aan de slag kunnen. Dus ik ben blij dat u de komende weken met de sector daarom op de tafel zit en ik hoop dat we daar dan verder stappen voorwaarts kunnen zetten. Ik had nog één klein vraagje, voorzitter, en eigenlijk weet ik dat ik het laatste slotwoord nu heb, maar rond die tweemeting, gewoon rond praktische organisatie, begrijp ik goed, u gaat de komende weken
de opdracht laten opmaken. Maar gaat u ook nog de uitschrijving effectief in deze legislatuur kunnen verzekeren dat dat gebeurt? Want anders met de verkiezingen dreigen we een beetje te laten komen als dat in 20 moet vormgegeven worden. Dus in deze vraag de bevestiging of dat effectief nog voor het einde van de legislatuur... Dat zou wel de bedoeling moeten zijn, ja. Ik zal het zo zeggen. Dus zo ga, daar ga ik ook vanuit. Ja. Mevrouw Van Eetvelde. Dank u wel, meneer de minister. Ik denk dat het goed is dat er al eerste stappen gezet zijn. En er is al een weg afgelegd, maar ik sluit mij ook aan bij collega Rombouts. Dus die cijfers zijn enorm belangrijk. Maar die moeten natuurlijk wel overzichtelijk zijn en zodanig dat we het ook kunnen vergelijken. Nu, wat dat de inkanteling betreft in het lokaal beleid van jeugd, dat zal na 2 metingen, misschien een 3 metingen, moeten blijken. Dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ik denk ook dat er vanuit het lokale beleid toch wel al heel wat inspanningen worden gedaan, samen met de jeugdsector. Dus we gaan dat zeker en vast verder blijven opvolgen. Dank u wel. Dank u wel. Ik moet een oproep doen, maar de collega's, om een beetje aan de timing te houden. Want we gaan anders hopeloos in de knoei geraken vandaag. En dus we komen bij... meestal doe ik dat niet, maar... Het is 10 voor 11 en we hebben nog 9 vragen op de agenda. Mevrouw Katja Segers is de volgende vraagsteller omtrent de toekomstige vereniging van de opbrengst van de frequentieveilingen. Mevrouw Segers. Dank u wel. Ik ga, zoals de collega's, beginnen met een gedicht. En het is een gedicht uit een bundel die helaas te weinig bekend is. Het is een gedicht uit de bundel The Beautiful Poetry of Donald Trump. Ja... En de opzet van die bundel, ik ga kort toelichten. It is a little known alternative fact that the 45th president Donald Trump has long been a remarkable poet. This book aims to redress this oversight on the part of the literary world and showcase his finest and most revealing words in a previously unseen form. Het gedicht is een klassieker. Het heet Very Dishonest Media, in deze commissie media. The BBC is in total disarray. The failing New York Times gets worse and worse by the day. The leaks are absolutely real. The news is fake. I'm turning to Fox News where we get a fair shake. Watched Saturday Night Live hit job on me. I don't call it thin-skinned. I'm angry. Dat is het gedicht van Donald Trump. Maar nu echt, hè, want ik wil onze Vlaamse... Let's drain the swamp. Ik wil het gerust uitlenen. Het is prachtig. Nee. Het zijn zijn echte tweets. Het zijn zijn echte uitspraken. Maar iemand heeft zich bezighouden met die om te vormen tot prachtige beelden. Maar nu echt, want ik wil geen afbreuk doen aan onze Vlaamse dichters. Het is een gedicht dat Tom Lanois schreef voor de Poëzieweek, voor deze Poëzieweek. En dat heel beklijvend is. Zonder handen, zonder tanden. Geen woord zo vrij als vrij. Het weert wat men verbiedt. Smetvrij, vetvrij, kogelvrij. Maar wat is dan gastvrij? Ontdaan van vreemdelingenwaan. En vogelvrij, een doel, een straf. Of een verzuchting op een graf. Hier ligt hij, eindelijk vrij. Geen woord zit zo gestoord vol zwijnerij. Vrije jongen, vrije liefde, vrije handel. En toch loert overal ook angst voor vrijval. Geen woord bekoort zozeer voor wie het hoort. Geen woord vermoord zoveel van wie er niet bij hoort. Vrij, wij, de lucht is vrij, de vraag is vrij, de vrijheid niet. Ze lonkt en vrijt, maar zij ontschiet. Tot daar. Nu dus over naar de vraag om uitleg over de onderhandelingen met de federale overheid en de andere gemeenschappen omtrent de toekomstige verdelingen van de opbrengsten van de frequentieveilingen. Op 20 juli hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de nota aan het overlegcomité verdeling van de middelen uit het digitaal dividend ten gunste van de veiling van de 800 MHz band. Met name het standpunt van de gemeenschappen om bij een nieuwe veiling van frequenties te streven naar een verdeling van de opbrengsten tussen de federale overheid en de gemeenschappen die in verhouding staat tot het gebruik van de betrokken frequenties voor respectievelijk omroepdiensten of audiovisuele media. In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 6 september bleef de minister echter op de vlakte met betrekking tot het vastleggen van een plan van aanpak met betrekking tot de verdeling van de opbrengsten van de toekomstige veilingen.
U stelde toen, ik citeer, in het Vlaams regeerakkoord staat dat bij toekomstige veilingen van frequenties de verdeling van de opbrengsten tussen de diverse bevoegde overheden in verhouding moet staan tot het gebruik van de betrokken frequenties voor respectievelijk omroepdiensten of digitale datacommunicatie. In dat opzicht ben ik, de minister, dan ook van mening dat het aandeel van de gemeenschappen in de vergoeding onderzocht en besproken moet worden. Die oefening is bezig. Ik plan gesprekken met de andere gemeenschappen te voeren. Uw federale collega Alexander De Croo lijkt echter geen reden te zien om de verdeling van de opbrengsten tussen de gemeenschappen en de federale overheid bij te stellen. Zo konden we dat lezen in Le Soir van 7 november, dat, Alexander De Croo zei, il y a aucune raison de déroger à l'accord conclu au sein du comité de concertation en 2013. Een onderscheid maken tussen het gebruik van de betrokken frequenties voor respectievelijk omroepdiensten of digitale datacommunicatie zou volgens het kabinet van minister De Croo niet alleen onwenselijk, maar ook technisch onmogelijk zijn. Tijdens bespreking van de beleidsbrief media op 22 november heeft uw minister Gats de commissie verzekerd dat er in de schoot van het overlegcomité constructieve gesprekken plaatsvonden. Maar die gesprekken lijken op een sisser uit te draaien, waardoor de veiling van de 700 megahertz band nodig voor de uitruil van 5G wellicht niet meer voor dit jaar zal zijn, zoals oorspronkelijk gepland. In de tijd van 18 januari wordt bericht dat het dossier volledig geblokkeerd zit bij het overlegcomité, aangezien men niet tot een akkoord komt over de verdeling van de inkomsten uit de veiling en ook geen consensus is over de komst van een vierde operator. Ik heb dan ook de volgende vragen voor de minister. Welke stappen heeft de minister ondertussen genomen om tot een plan van aanpak te komen waarbij de verdeling van de opbrengsten tussen de diverse bevoegde overheden inderdaad in verhouding staat tot het gebruik van de betrokken frequenties voor respectievelijk omroepdiensten of digitale communicatie? Kan de minister de gesprekken die omtrent gevoerd worden met de overige gemeenschappen en de federale overheid toelichten? Ten tweede, heeft de Vlaamse regering reeds een standpunt geformuleerd over de beoogde verdeelsleutel bij de veiling van de 700 megahertz frequentieband? Hoe verhoudt dit zich tot de standpunten van de andere gemeenschappen en de federale overheid? Drie, kan de minister toelichten wat de voornaamste knelpunten zijn om op het overlegcomité tot een akkoord te komen? Is er nog steeds sprake van technische en of juridische kwesties die moeten uitgeklaard worden? Zo ja, welke? Vierde vraag, is de Vlaamse regering voorstander van de komst van een vierde operator op de markt? En ten vijfde, lijkt het de minister realistisch dat er nog voor het einde van de legislatuur een consensus bereikt kan worden? Waarom wel, waarom niet? Dank u wel alvast voor uw antwoord. Dank u wel, meneer de minister. Ja, collega's, het verhaal van de verdeling van de inkomsten komt voort, zoals u weet, uit de eerste verdeling van de inkomsten van de 800 megahertz band toen frequentiebanden die gebruikt werden voor omroep geherkwalificeerd werden tot gsm-frequenties, om ze zo te noemen, en vervolgens naar de markt gebracht werden via licenties die 360 miljoen euro opgeleverd hebben. De beslissing over de inkomsten van deze frequenties werd via beslissing van het overlegcomité van 24 april 2013, beslissing die hier tot vervelens toe is door mij voorgelezen en nog even zal voorgelezen worden, als volgt genotuleerd. Voor zover de veiling 360 miljoen opbrengt, zal de verdeling 80% voor federaal en 20% voor de gemeenschappen zijn. Voor het deel van de opbrengst van de veiling dat hoger zal liggen dan 360 miljoen euro, zal de verdeling 50-50 zijn. En met het oog op toekomstige veilingen zal het gebruik van de frequenties de komende jaren permanent worden gemonitord. Deze beslissing is een principesbeslissing die ook van toepassing zal zijn op toekomstige veilingen van gelijkaardige frequenties. Tot zover de eerste lezing, zou ik zeggen, maar tot zover het punt waar we altijd naar teruggrijpen, moeten teruggrijpen. Zoals u aangeeft, mevrouw Segers, zitten we in een nieuwe voorbereidende fase van nieuwe veilingen en daarbij gaat het over 5 federale besluiten. Ten eerste de 700 megahertz band, ofwel het tweede digitaal dividend. Ten tweede de vernieuwing van de bestaande 2G en 3G licenties, de 900 en de 1800 megahertz. Dan ten derde de 2 en de 2,6 gigahertz band. Ten vierde de 1400 megahertz band en ten vijfde de 3,6 gigahertz band. Goed, antwoorden op uw vragen. Plan van aanpak, uw eerste vraag. Het debat over de veiling van de nieuwe frequenties is opgestart via het interministerieel comité in de zomer. Eind juli meer bepaald. We zijn intussen met het overlegcomité op 7 november en 19 december bijeengekomen. En de opmerkingen van de Vlaamse gemeenschap behelzen 2 luiken. Er is een technisch luik, waar verduidelijking en kennisuitwisseling wordt gevraagd van het
BIPT, over de uitrol van 5G en de normering. Daarnaast zijn er ook vragen rond impact op bestaande investeringen, als ook de mogelijkheden om spectrum te kunnen gebruiken voor innovatieve toepassingen in industriële en of stedelijke gebieden. Ik durf zeggen dat de gesprekken over dit gedeelte eerder constructief verlopen. Het tweede luik gaat over de verdeling van de middelen die uit deze veiling zouden voortkomen. Zoals in het regeerakkoord staat vermeld, vraagt de Vlaamse gemeenschap een verdeling van de middelen die meer in verhouding staat tot het gebruik van de betrokken frequenties voor omroep. In dit voorstel grijpt federaal terug naar de middelenverdeling uit 2013, zoals ik daarnet aangaf en voorlas. De gemeenschappen hebben deze boodschap meegenomen, maar zich niet akkoord verklaard met het bovenvermeld principe. Ik moet u zeggen dat er wel openingen momenteel gemaakt worden om deze middelenverdeling anders dan 80-20 te laten evolueren. Meer in detail ga ik daar niet over gaan, dus er is wel beweging in de zaak. Maar goed, we zijn waar we zijn, er wordt bilateraal overlegd en volgende week, dat weet u, is er een nieuw overlegcomité gepland. Dan, wat is ons standpunt, wat hebben wij geformuleerd, uw tweede vraag? Laat het duidelijk zijn, met de Vlaamse, de Franse en de Duitsstalige gemeenschap zitten we op éénzelfde lijn in de zin dat we samen van mening zijn dat de vork van de opbrengsten van de inkomsten voor de gemeenschappen groter moet zijn dan de verdeelsleutel uit het verleden. Waar liggen de knelpunten nu? Dat is uw derde vraag. Er zijn nog andere punten, zoals ik zo net aangaf, maar het zwaartepunt ligt natuurlijk bij de verdeling van de inkomsten tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Het knelpunt, los van wat ik u tot nu toe heb voorgelezen of aangegeven, ligt ook wel in het feit dat natuurlijk ook andere dossiers aan dit dossier worden verbonden en dan wordt het soms wel ingewikkeld. En dan uw principesvraag. Is de Vlaamse regering voorstander van de komst van een vierde operator op de markt? Ik ben als minister van Media Beleid vragende partij voor de uitrol en de ontwikkeling van sterke, solide en betrouwbare netwerkinfrastructuur voor omroepdiensten. Mijn bezorgdheid is dat de omroepen hun programma's en signalen via de elektronische communicatienetwerken zo kwalitatief mogelijk aan de kijkers kunnen aanbieden. Of dit via 3, dan wel 4 operatoren moet gebeuren, is eerder een debat over concurrentie. Uiteraard is dat een debat over concurrentie. En dat is een bevoegdheid van de federale overheid waar dit dossier in het kader van het zogenaamde zomerakkoord vorig jaar werd goedgekeurd. Dan 5, dat is natuurlijk de vraag van 5 miljoen. Is het realistisch? Is het haalbaar? Zal er een consensus bereikt worden? Of er nog voor het einde van deze legislatuur een consensus kan bereikt worden, daar kan ik niet op antwoorden. Het hangt niet enkel af van de Vlaamse regering. Er is zeker vooruitgang op het gebied van de 2 inhoudelijke pakketten of luiken die ik u aangaf. Maar gelet op de politieke situatie met de val van de federale regering enerzijds en de koppeling van dit dossier aan andere dossiers, ja, dat maakt er de zaak natuurlijk absoluut niet eenvoudiger op. En het blijft dus een heel moeilijk en zwaar dossier. Mevrouw Segers. Terecht, meneer de minister. Het is een heel moeilijk en complex dossier, vooral omdat er 2 zaken aan elkaar gekoppeld worden. De verdeling van de middelen, uitrol 5G, maar ook de vierde operator. Zelf hebben wij vanuit mijn partij wel heel veel twijfels over die nood aan een vierde operator. U haalt technische argumenten aan. Het gaat ook over leefbaarheid van die telecomsector. Nu, uw collega Philip de Bakker die heeft op een gegeven moment in de tijd zelfs gezegd dat het zou duren, dat hij niet de knoppen niet ziet doorhaakt voor 2020. Dus de vraag van 1 miljoen, zoals u ze stelt, ik schat ze eigenlijk bijzonder pessimistisch in. Het is natuurlijk een pak geld dat moet verdeeld worden. De schatting is 680 miljoen die ongeveer zou moeten verdeeld worden. En dan belandt men uiteraard ook in communautaire spelletjes. Maar ondertussen hebben natuurlijk heel veel bedrijven al noodkreten geslaagd. En gezegd van ja, onze economie komt echt wel in het gedrang als we niet zeer snel kunnen overgaan tot de uitrol van die 5G. En ik denk dat het alle hens aan dek moet zijn voor de verschillende regeringen om ervoor te zorgen dat zo snel als mogelijk hier positieve stappen kunnen gezet worden, zodanig dat wij niet vanuit België blijven achterop hinken op de rest van Europa. Dus graag alle hens aan dek, zoek een consensus. Blij te horen dat volgende week, zei u, het overlegcomité terug bijeenkomt. En we hopen dat daar stappen kunnen vooruitgezet worden, want dit kan niet langer blijven aanmodderen. Collega's die willen aansluiten, meneer Van Dalen.
Ja, voorzitter, minister, u weet dat dit dossier eigenlijk een stokpaardje is van ons. We hebben het ook voor het eerst opgegraven of te sprake gebracht in de vorige legislatuur en ook sindsdien warm gehouden. Dus collega Segers heeft natuurlijk gelijk. Het is en blijft een bijzonder belangrijk dossier voor de Vlaamse gemeenschap. En ik denk dat we daar op onze strepen moeten blijven staan, minister. Het aandeel media neemt toe, dat weten we. En dat moet eindelijk ook eens erkend worden. Hè. En ik vind het een beetje jammer dat het nu blijkbaar ook politiek gekoppeld wordt aan het dossier van de vierde speler. Of de eventuele komst van een vierde speler. En ik hoop eigenlijk dat, u zegt het zelf, waarschijnlijk zal dat allemaal niet meer afgerond worden deze legislatuur. Ik hoop dan in elk geval dat alle partijen die geroepen worden om aan de onderhandelingstafel te verschijnen voor de volgende federale regering, dat die van dit punt, dat ze daar een zaak van maken. Het is belangrijk genoeg en het gaat ook over veel geld, zoals collega Segers zei. Ik heb ook, voorzitter, gekeken of ik nog een gedichtje kon vinden voor vandaag. En ik heb er eentje gevonden dat eigenlijk grijs gelezen is, maar toch wel een iconisch gedicht, hè, dat we allemaal voorgeschoteld kregen op school. Melopée, hè, van Paul van Ostaaij. Ah, ja. Ik moet leren. Ja. Ja, dat zal moeilijk zijn met mijn West-Vlaamse komaf, maar ik doe mijn best. Anders laat ik het over aan de voorzitter. Als ik er niet meer uit geraak, dan laat ik het over aan de voorzitter. Nu, ik probeer altijd bij mijn anekdotes, collega's, jullie weten dat, bij mijn gedichten altijd een anekdote te vertellen. En ik heb er hier dus ook eentje. Ik heb destijds mijn thesis voor de Germaanse geschreven over Floris Coutele. En dat was een figuur uit de omgeving van Marnix Gijzen, eigenlijk een jeugdvriend van Marnix Gijzen. Een tijdgenoot dus ook van Van Ostaaij. En voor die thesis heb ik heel veel nog levende, overblijvenden uit die generatie gesproken. Soms leefden die nog amper en waren dat hallucinante interviews. Maar een van de betere gesprekken was met Helene Timmermans. Wie is Helene Timmermans? Ik bezocht ze op haar appartementje in Antwerpen en dat was de zus van een van de Antwerpse burgemeesters, oorlogsburgemeester, Jan Timmermans. En Helene was dus een tijdgenote, een vriendin van Van Ostaaij, waarschijnlijk een goede vriendin. En ze vertelde me dat ze met haar, het is maar een flauw anekdotetje hoor, maar het is toch iets nieuws, het is nog nooit gepubliceerd, nog nooit geopenbaard, voorzitter. Ik doe het nu voor het eerst. Generaties literatuurwetenschappers, psychologen zullen daar nog een kluif aan hebben na vandaag. Dus ze vertelde me dat zij met haar vriend Paul gearmd door de stad liep en zij bleven stilstaan bij de uitstalramen en gaven commentaar op de waren die daar te zien waren. Zo stonden ze ook stil bij een lingeriewinkel en nu komt het. Paul van Ostaaij had volgens Helene Timmermans een hekel aan kant en aan franjes. En hij gaf de voorkeur, minister, dat zal u interesseren, aan een keurige, recht afgeboorde zoom in de damesslipjes. Ja, echt gebeurd. Dus als Helene Timmermans mij iets heeft wijsgemaakt, dan heb ik jullie nu iets wijsgemaakt. Maar ik vind dit toch een heel belangwekkende ontdekking. Die ik hier in de annalen van dit parlement. Ik zie dat Wilfried van Vinkerooy meteen een artikel begint te schrijven voor een of andere literatuurtijdschrift. Maar dan het gedicht dat wat korter is dan mijn exposé. Gelukkig. Ja, ik moet dat goed voorlezen, heeft de collega gezegd. Ik ga mijn best doen. Met een mooie, zonder accent. Melopée. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet, langs de laagwei schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn de gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man getweeën, gedwee naar de zee? Maar ik denk dat collega Van Werden dat eigenlijk wel veel beter zou kunnen voorlezen. Ja, ja. Ik vond het ook goed. Dat is goed. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Dalen. Mevrouw Werden, u hebt straks nog iets in petto voor ons, neem ik aan. Hè? Ja, met op een van wat.
Oké, meneer de... Nog collega's nemen, meneer de minister? Ja, ik had met betrekking tot de laatste tussenkomst iets meer over de naad verhoopt, maar goed, daar zullen we dan over blijven napraten. Nee, alle gekheid op een stokje. De complexiteit van het dossier en de inzet ervan is door de twee parlementsleden nog eens goed aangegeven. De economische inzet is hoog, mevrouw Segers heeft daarover een soort van gelijk. En in die zin zouden we daar toch wel een doorbraak moeten kunnen vinden. Ik zal daar mij ook voor inzetten. Het is wel zo, collega's, zonder de kroon te willen ontbloten, dat buiten de koppeling van de elementen die ik hier gegeven heb en het 4G-netwerk aan zich, er nog wel andere koppelingen zijn. En op de duur wordt het natuurlijk wel een hele zwaar beladen kar die niet altijd met elkaar te maken heeft. Ik kan nog zeggen dat 4G en deze veiling, dat daar een verband tussen is, men zit toch niet in dezelfde sector. Maar het is breder. Nu goed, we roeien met de riemen die we hebben en we zorgen dat de boot te water blijft gaan. Maar inderdaad, het economische argument van een doorbraak op korte termijn, om dat dan op middellange termijn te kunnen doen, daarmee sluit ik graag het debat af. En ik zal er mij dus voor blijven inzetten de komende uren en dagen. Dank u wel, mevrouw Segers. Ja, dank u wel, meneer de minister. Ja, we rekenen op u om met uw collega's... daar hard op in te zetten, want de economische schade in deze dossiers waar echt al te veel politieke spelletjes rond gespeeld worden en zaken aan elkaar gekoppeld worden, die schade voor de economie is te groot om dat langer te laten aanslepen. Dank u wel. Dan komen we bij de volgende vraag. Een uitleg van collega Brouwers over de digitalisering van de radiosector en de communicatie van de VRT daarover. Mevrouw Brouwers. Dank u wel. Mijn gedicht daarvoor gaan we naar het buitenland. Ik heb gekozen voor een gedicht van de Joodse dichter Yehuda Amichai. Het is in tegenstelling tot de andere gedichten die we tot nu toe hebben gehoord, misschien toch wel wat zwaarmoediger. De titel is Een mens heeft in zijn leven. Een mens heeft in zijn leven geen tijd om voor alles tijd te hebben. En hij heeft geen uren genoeg om elk ding zijn uur te geven. Prediker heeft zich daarin vergist. Een mens moet haten en beminnen op hetzelfde moment. Met dezelfde ogen huilen en met dezelfde ogen lachen. Met dezelfde handen stenen wegwerpen en ze met dezelfde handen vergaren. Liefde bedrijven in de oorlog en oorlog voeren in de liefde. En haten en vergeven en onthouden en vergeten, orde scheppen en verwarring, eten en verteren, waar lange geschiedenis jaren voor nodig heeft. Een mens heeft in zijn leven geen tijd. Terwijl hij verliest, zoekt hij. Terwijl hij vindt, vergeet hij. Terwijl hij vergeet, bemint hij. En terwijl hij bemint, begint hij te vergeten. De ziel is ervaren, de ziel is zeer professioneel. Alleen het lichaam blijft altijd een amateur. Het probeert en vergist zich, leert niets, raakt in de war, dronken en blind in zijn genot en zijn pijn. De dood van vijgen zal hij sterven in de herfst, verschrompeld en vol met zichzelf en zoet, terwijl de bladeren opdrogen op de grond en de naakte takken al wijzen naar waar alles zijn tijd heeft. Ja, ik vond het wel mooi. En dan kom ik nu tot de vraag, altijd een beetje raar. Op het autosalon in Brussel, terug met de voeten op de grond. Ja, waar we met z'n allen in de file naartoe reden. Enfin, ik ben geweest, maar... werd op vrijdag 18 januari 2019 de officiële aftrap gegeven voor de Europese Elektronische Communicatiecode, de EECC. De EECC houdt in dat alle nieuwe auto's binnen afzienbare tijd standaard worden uitgerust met een ontvanger voor digitale etherradio, DAB+, dus de opvolger van FM. De Europese lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de code in nationale wetgeving om te zetten.
Naar aanleiding ervan werd VRT-verkeersanker Hajo Beekman op vrijdag 18 januari uitgenodigd in het Radio 1 Actua-programma De Wereld Vandaag. Ik apprecieer het werk van Hajo Beekman als verkeersanker enorm. Ik denk dat we allemaal blij zijn als we op tijd weten waar er een file is en hem eventueel nog kunnen ontwijken. Net als vele luisteraars apprecieer ik dus het werk van de verkeersanker. Maar daarom verbaasde het mij toch wel een beetje dat hij, toen hij daar werd uitgenodigd in het Actua-programma, dat hij daar stelde dat de bezoekers van het autosalon zich voorlopig geen zorgen moeten maken, omdat de FM-radio het volgende decennium zeker nog niet zal verdwijnen. Dus wie nu een nieuwe wagen koopt, moet zeker nog geen DAB Plus-radio aankopen, al dus het VRT-verkeersanker. Ik probeer hem letterlijk te citeren. Eerst was er sprake van dat FM over enkele jaren uit de ether zou verdwijnen, maar die plannen zijn voorlopig afgevoerd. Met een gemiddelde levensduur van 8 jaar zal de koper van een nieuwe wagen met FM-ontvanger tegen dan geen radio moeten missen. In het bericht daarover op VRT Nieuws is bovendien nog een foutje geslopen. Daar stond in, binnen de 2 jaar moeten alle auto's in Europa uitgerust zijn met een digitale DAB Plus radio. Dat is natuurlijk niet correct. Alle nieuwe wagens zullen moeten uitgerust zijn met DAB+. Het is geen verplichting voor alle wagens, maar bon. Het lijkt ons toch alles bij elkaar een beetje een eigenaardige communicatie van de openbare omroep, net op het moment dat de overheid, de autosector en de radiosector naar aanleiding van het autosalon nogmaals een sensibiliseringsactie starten om de voordelen van DAB+ aan te tonen ter voorbereiding van de decretaal toch voorziene afschakeling van FM-radio vanaf het moment dat 50% digitaal naar de radio zal worden geluisterd. En bij de recente nulmeting bleek dat nu al 1 op 5 Vlamingen digitaal naar de radio luistert. We moeten daar wel bij vertellen dat dat maar 3% via DAB+ is, maar goed. Collega Meremans heeft hierover ook nog een vraag gesteld op 13 december. En toen kondigde u aan, meneer de minister, dat de stuurgroep Digitale Radio Vlaanderen op 20 december... de resultaten van de week van de digitale radio, die was van 10 tot 16 november, herinner u, dat ze dat zouden bespreken en evalueren en de toekomstige planning van 2019 zou bespreken. En het lijkt ons nuttig, naar aanleiding van dit, laten we dat een klein incident noemen, maar toch, hierover toch een paar vragen te stellen. Ten eerste, VRT werkte voluit mee aan die eerste week van de digitale radio in november en is al jarenlang voorloper, eerst in DAB, nu in DAB Plus, radio-uitzendingen. Ze zenden trouwens nog steeds, ook op dit ogenblik, nog spotjes uit ter promotie van digitale radio. En waarom vertolkt het VRT-verkeersanker dan het standpunt dat de aanschaf van zo'n radioontvanger in nieuwe wagens niet noodzakelijk is, omdat FM het komende decennium nog niet zal verdwijnen? Deelt u dit standpunt, meneer de minister? Ten tweede, wat zijn de resultaten van en de globale evaluatie van de eerste week van de digitale radio volgens die stuurgroep? Ten derde, werden er dan afspraken gemaakt met de stuurgroep naar aanleiding van het autosalon? Vierde vraagje, welke activiteiten plannen zij dan nog in 2019 om de digitalisering van de radiosector te faciliteren? Vijfde vraag, wat is de stand van zaken van de gesprekken van uzelf met Norkring over de mogelijkheden van kanaal 10 voor DAB+, bij voorkeur voor lokale radiozenders? Zoals u weet is dat alleszins onze voorkeur. En laatste vraag, heeft u reeds afspraken gemaakt met de federale regering over de omzetting van die EECC met betrekking tot de verplichte aanwezigheid van DAB+ in nieuwe wagens, dus omzetting in Belgische wetgeving? Dank u wel, meneer de minister. Ja, dank u voor deze vraag. Eerst dus het eerste aspect, de communicatie vanuit de VRT over de DAB+ omschakeling. Inderdaad, op 18 januari 2019 werd het VRT-verkeersanker in De Wereld Vandaag geïnterviewd. Hij trad wel degelijk in het programma onafhankelijk op in de rol van een journalist. Hij gaf een analyse over wat hij hoort en leest. En dit vrij genuanceerd. Het interview was ook niet bedoeld als promotiegesprek. Het ging live en was in zijn totaliteit natuurlijk wel informatie en uitleg rond DAB+ aan zich. Voorafgaand schetste de presentatrice correct de context rond de Europese richtlijn die DAB+ binnen 2 jaar standaard zal maken in alle nieuwe wagens.
Vervolgens werden de voordelen van DAB Plus geduid. Daarna stelde het verkeersanker dat zelfs zonder DAB Plus je nog altijd jaren radio zal kunnen luisteren tot ver in het volgende decennium. Maar ook dan voegde hij er wel aan toe dat DAB Plus al een goede keuze zou zijn als je bijvoorbeeld veel in de wagen zit en daarbij graag radio luistert. Op het voorbereidingsblad van dat gesprek, zo is mij dan meegedeeld, mevrouw Brouwers, stond ook, als je die wagen 8 jaar wil aanhouden, dan zijn er ook DAB Plus of DAB adapters op de markt, mocht FM tijdens de levensduur van de auto uit de lucht gaan. En die passage is niet in het gesprek geraakt. Dus ja, ik denk niet dat ik overdrijf en ik deel denk ik uw mening als ik zeg dat, die interventie niet geen onverdeeld succes was op zich. Deel ik het standpunt van het verkeersanker? Wat de evolutie van FM zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Ik deel wel de mening dat FM binnen 10 jaar allicht nog niet dood zal zijn. We hebben in 2017 nieuwe FM-verkenningen uitgereikt aan radioomroepen voor de duur van 9 jaar, zoals het decreet stelt. Dus dat is in elk geval iets wat nog loopt. Ik bekijk het niet vanuit het standpunt van FM, maar vanuit het standpunt van DAB+. En ik verwacht met het groeiend aanbod van DAB+ en de vele meerwaardeaspecten ervan een groei in DAB+ luisteren en digitaal luisteren, waardoor FM automatisch zal verminderen. Waar het om draait, is waar men naartoe evolueert en op welke termijn. En daar ben ik de mening toegedaan dat FM minder en minder relevant wordt wegens een gebrek aan luisteraars. Wil dit zeggen dat er geen totale FM-switch-off kan komen? Nee, omdat een FM-switch-off een hefboom is en in de toekomst kan zijn en om nog meer naar DAB+ te gaan. Maar zelfs na die switch-off zou het kunnen dat FM in beperkte manier verder gaat. Veel hangt af hoe en in welke mate het beschikbare spectrum vorm krijgt. Dan hebben we het ook over lokale en regionale DAB+. Maar dat is een ander debat. We hebben het daarover gehad en we zullen het daar zeker nog over hebben. De start en de eerste fase van de DAB+ uitrol hebben we deze legislatuur wel degelijk vormgegeven. En de volgende stappen zijn er nu voor de komende jaren. Dan, wat zijn de resultaten van de evaluatie van de eerste week van de digitale radio volgens de stuurgroep? Die resultaten werden uiteraard door de stuurgroep besproken. Dit ging over de boodschappen en het aantal boodschappen in de verschillende soorten media, als ook de impact ervan. En de stuurgroep noemt de evaluatie positief. We hebben met z'n allen, en vooral met dank aan de omroepen zelf, toch wel veel over DAB+ gesproken. En dus is de bewustwording gecreëerd en aan het groeien. We stellen ook vast dat de bevolking meer en meer DAB+ begint te kennen, wat tot voor kort nauwelijks het geval was, begrijpt en er dus ook naar begint te vragen. Er zijn nog geen cijfers, dat is net iets te vroeg, denk ik, over de verkoop van DAB+ toestel in 2018. Maar ook hier is er toch wel hoop op een groei. Ik zal uw presentatie met enkele facts en figures van deze eerste campagne bezorgen. Dan, wat werd er afgesproken of welke afspraken werden er gemaakt naar aanleiding van het autosalon en de communicatie daar? De stuurgroep heeft, zoals u wellicht weet, samengewerkt met Maradio en er werd een persconferentie georganiseerd met mijn federale en Franstalige homoloog en mezelf, als ook met de heer Patrick Hannon van World DAB, waarbij iedereen het belang van DAB+ heeft onderstreept en maar ook en vooral gewezen werd op de bepalingen van de elektronische communicatiecode, met andere woorden, de nieuwe Europese richtlijn die onder meer voorziet dat tegen eind 2020 alle nieuwe wagens in de Europese Unie over een ingebouwde DAB+ ontvanger moeten beschikken. Die persconferentie en ook het nieuwsbericht over de aankondiging van de nieuwe Europese richtlijn was toch wel een succes te noemen. Ook de respons in de media was goed, dus ik ben er op zichzelf wel tevreden over. Het is telkens laag per laag, stap voor stap, dat we die bewustwording en een stuk ook, maar het is urgentie is het nog niet te noemen, maar begin van urgentie beginnen te creëren. Dan uw vierde vraag, wat in 2019? In 2019 gaan we verder op ons elan, om het mooi uit te drukken, as we speak, dus letterlijk, vergadert de stuurgroep op dit ogenblik, de stuurgroep Digitaal Radio Vlaanderen, mijn kabinet, om de plannen voor 2019 te bespreken en verder uit te werken. Ik kom daar graag in een later stadium op terug, bij een opvolgingsvraag uiteraard. En dan, wat is de stand van de gesprekken met Norkring voor DAB+, voor Kanaal 10 en de lokale radiozenders. U weet dat Kanaal 10 is toegekend aan Norkring voor DVB-T en die licentie loopt tot 2024. Ik heb Norkring gevraagd om een voorstel rond lokale DAB+ te doen. Ik wacht dit af. Wij waren samen op die fameuze bijeenkomst, die zeer goed was in Leuven, in het gebouw van de Vlaamse overheid, waar ik zou zeggen tussen neus en lippen
en misschien met een lichte voluntarisme en improvisatie door de vertegenwoordiger van nog geen gedaan gezegd werd, ik kan gemakkelijk een voorstel doen. Ondanks aandringen heb ik dat nog altijd niet gehad. Hè. Dus ik vraag me af wat ik ga krijgen. Hè. Dus het is allemaal goed en wel om bepaalde publieke uitspraken te doen, alsof alles in een wip en een knip kan geregeld worden. Maar ik heb nog niks gezien. Hè. En ik heb het al een aantal keer gevraagd. Dus ik ga het nog eens vragen. En ik hoop dat het er komt, zodanig dat we openingen kunnen maken. Maar ik bedoel, van een politicus zou dit nooit aanvaard worden. Als men 3 maanden geleden zegt, hap, snap, ik geef u een oplossing voor lokale DAB+, en ik wacht nu nog altijd. Leef op hoop, maar het is niet dat wij gewacht hebben. Dan, wat met de federale regering en de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn. Mijn administratie heeft samen in overleg met de administratie van de Franse gemeenschap een eerste korte analyse gemaakt over de omzetting van die bepalingen van die nieuwe Europese richtlijn, dus de elektronische communicatiecode. Er zijn ook al contacten geweest uiteraard met BIPT, maar het is nog geen voorwerp geweest van politiek overleg tussen de ministers. Het Europese wetboek voor elektronische communicatie is in werking getreden op 20 december 2018. De omzettingstermijn bedraagt 24 maanden, wat dus een gangbare overgangsperiode is. De federale overheid, ik herhaal het helaas, zit ook in lopende zaken. Een omzetting zal er dus niet meer komen voor de verkiezingen. Het pad wordt wel geëffend, maar de eigenlijke afspraken en implementatie zal voor de nieuwe regeringen zijn. Maar we zitten daar wel op het schema. Ik heb toch bij alle betrokken collega's, ook op het autosalon rond digitale radio, het enthousiasme gezien. En ook wel de mogelijkheden die deze richtlijn ons geeft om de volgende stap te zetten, om de volgende push aan heel het debat te geven. Dank u wel, mevrouw Brouwers. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Het is goed dat u nog eventjes uitlegt dat er op het blad dat de journalist meegekregen had, uitleg stond dat over het feit dat er DAB-adapters allicht op de markt zullen komen. Want hoe dan ook, het is waar, we hebben in 2017 nog voor 9 jaar FM-frequenties toegekend. Maar dat is dan toch al ondertussen geen 10, maar 7 jaar, als je dat allemaal optelt, dat het toch nog FM zal zijn. Als uiteindelijk de switch over komt, dan neem ik aan dat de klassieke radio's die daar nu al op zitten, de grote zenders, van FM gaan afgaan. En iemand die dan alleen maar nog naar de resterende FM-frequenties gaat kunnen luisteren, dat is toch wel een zwaar kwaliteitsverlies, neem ik aan, voor de mensen die ook VRT-nieuws en zo willen horen op de radio. Dus ik denk dat toch dan ook impact heeft, ook al zal het traag gaan, u heeft niet gezegd traag, maar stap voor stap, heeft u gezegd. Hè. Dus ik moet dat toch allemaal een beetje nuanceren. En ik vond de uitspraken toch redelijk... ik was een beetje ontzet daarvan. Omdat wij hier daar al zo lang over bezig zijn en dat dan een journalist zomaar op de radio daar iets anders over mag zeggen. Nu, 2 dingen nog. Er is nu een vergadering bezig op uw kabinet. We zullen dan eventueel een schriftelijke vraag over stellen of zo. Tenzij dat u daar zelf natuurlijk over gaat communiceren als daar nieuws te vinden is rond wat er in 2019 nog rond gaat gebeuren. En dan laatste punt, Norkring. Ik vind dat toch wel heel raar allemaal. Op die... dat was geen vergadering, was een soort... het symposium van de VRM, geloof ik, was dat. In Leuven heeft de man van Nordkring dat wel gezegd, dat hij in april 2017 al iets had overgemaakt. En nu is er dus blijkbaar nog altijd niets. Ja, dit kan ook niet meer. Dus ik begrijp ook uw ongenoegen daar rond. Als dat nergens terug te vinden is, dan als hij het u dan niet ondertussen nog eens bezorgd. Wat is hier aan de hand? Dat is toch wel iets om in doog te houden. Wij zijn daar eigenlijk stilaan even boos over als u. Heeft daar ook uw ongenoegen over geuit zo net. Het is zeer merkwaardig. We vinden dat zeer merkwaardig. Omdat hij daar publiekelijk toch iets anders heeft gezegd. Wel, nog collega's die willen aansluiten. Toch meer Van Dalen? Ja, kort is natuurlijk altijd vervelend als je een bepaalde beleidslijn trekt en bijvoorbeeld zegt we gaan FM snel door DAB+ vervangen en iemand, een medewerker, zegt dan het tegenovergestelde. Dus dat is natuurlijk vervelend. Maar misschien toch nog iets over die stuurgroep, minister. Er is gezegd, onder andere door collega Meermans, hij is al geciteerd door collega Brouwers, dus we doen hem eigenlijk te veel eer aan vandaag, maar collega Meermans... is hier tussengekomen over die stuurgroep een tijdje geleden in december.
En hij vroeg toen dat alle spelers, collega Meermans vroeg dat dus, om alle spelers toen te betrekken, vroeg collega Meermans. En blijkbaar zijn er ondertussen vergaderingen geweest, maar hoor ik dat ze weliswaar zijn uitgenodigd, maar dat ze het gevoel hebben, althans sommige van die spelers, dat het wat eenrichtingsverkeer was, die stuurgroep, en dat ze daar te weinig inbreng hebben kunnen hebben. Ik weet niet, minister, hebt u ook dat soort signalen ontvangen? Hoe evalueert u de werking van die stuurgroep? Mevrouw Segers? Heel kort, ten eerste dezelfde opmerking of vraag als collega Van Dalen. In hoeverre is die stuurgroep voldoende ruim genoeg? En is ze niet alleen beperkt tot de nationale zenders? Ik denk dat in dit stadium het zo nodig is om zo ruim mogelijk iedereen in het bad te trekken, zodanig dat die uitrol zo snel mogelijk kan gaan. Nu, wat betreft die ongelukkige uitspraak van Ajo Beekman, ja, dat is inderdaad, dat is niet goed om te zeggen van oh, maar geen zorgen, het zal nog zeker 10 jaar duren. Maar natuurlijk, als we de cijfers bekeken van het gebruikersonderzoek en we zien dat nog maar eigenlijk 3% via DAB luistert, dan zijn we er ook nog lang niet. Hè? Dus, maar dat betekent niet dat we moeten verkondigen dat het nog 10 jaar moet duren. Maar wat ons betreft, betekent dat wel dat die FM-switch-off, zoals u eerst had voorzien, dat was het 21-22, ik vermoed dat dan wellicht niet zal realistisch zijn. Dus het komt erop aan om blijven aan de kaart te trekken, om te zorgen dat er zoveel mogelijk, zo snel mogelijk mensen toch durven die stap kunnen die stap zetten, hè, want natuurlijk de kostprijs is nog altijd wat de meeste mensen tegenhoudt, zeker wat betreft in de auto, een DAB-toestel te plaatsen. Zolang dat niet standaard is, gaat die overschakeling niet zo snel gebeuren. Dus verkeerde uitspraak, zeer ongelukkige uitspraak, maar we gaan toch wel één moeten hard trekken aan elkaar om de overschakeling te laten plaatsvinden. Maar ook zeker en vast voor onze fractie niet te snel afschakelen. Dank u wel. Minister nog? Ja, ik zal op basis van de gesprekken in de commissie nog eens met nog geen contact opnemen om te zeggen van goed, welk voorstel mogen we van u op welke termijn verwachten. En ik zal mij informeren over de evenwichten in de lokale stuurgroep en het welbevinden van de verschillende spelers. Het is natuurlijk wel zo, en ik wil daarmee niks verkeerd zeggen, dat ik ben er zeker voor om het draagvlak van die stuurgroep te verbreden en uit te breiden. Hè. Maar er zijn natuurlijk een aantal grotere spelers die in heel het verhaal een grotere impact hebben dan een aantal kleinere spelers. Daar kan ik ook niet aan doen. Maar ik zal zorgen men daar toch de nodige evenwichten in bewaart. Maar misschien heeft het tweede element ook met het eerste te maken. Eens er duidelijkheid zou of zal kunnen komen over DAB voor lokale spelers of regionale spelers, ik weet niet hoe ik het juist moet noemen, zal het andere misschien ook wat beter opgelost zijn. Maar we gaan dus die twee stappen op korte termijn zetten. Dank u wel. De vraag stellen, mevrouw Roos. Ja, dank u nogmaals, meneer minister. Het is natuurlijk zo dat het ene met het andere samenhangt. Zolang we niet weten van Nordkring wat de mogelijkheden zijn voor lokale radio's op DAB+, ja, is het misschien voor hen ook minder interessant om aan die vergaderingen heel actief deel te nemen. Aan de andere kant, ik heb hier vroeger, maar dat is maanden geleden, ik denk bij de beleidsbrief al eens gesteld, van waarom men toch al niet opnemen, bijvoorbeeld als waarnemer, zonder momenteel daar heel veel mee te kunnen beslissen, maar tenminste een waarnemersfunctie. En of het mogelijk is, maar ja, ik mag geen vragen meer stellen, zeker maar die verslagen van die stuurgroep. We zullen dan anders schriftelijk opvragen, maar u kan die misschien ook bezorgen. Ik weet niet of dat kan in het kader van openbaarheid van bestuur moet eens bekeken worden. En anders zullen we een schriftelijke vraag indienen. Dank u. Wellicht wel. Ja, ik ga de laatste vraag bekijken. Ik denk dat dat op zichzelf geen probleem zou mogen zijn. Dus ik zal, zeker in het kader van de maximale transparantie van welke stappen de stuurgroep zet, denk je dat er geen probleem is? Omdat het dan over letterlijke verslagen gaat, dat moet ik nog eens bekijken. Maar ik zie geen principieel probleem. We gaan het navragen. Dank u wel. Dan sluiten we de vraag af en komen we bij de vraag van collega Segers over de samenwerking van Vlaamse cultuurhuizen met buitenlandse artiesten. Prof. Segers. Zaterdag 19 januari konden we in verschillende media, onder andere VRT, de Morgen de Tijd, lezen dat onze cultuurhuizen aan de alarmbel trekken. Steeds vaker ondervinden cultuurhuizen problemen om professionele artiesten uit andere landen buiten Europa naar België te krijgen voor voorstellingen.
Vooral samenwerkingen met artiesten of groepen uit Afrika of Azië lopen moeizaam, omdat deze personen vaak geen visum krijgen. Onder andere Antigent, Vooruit, Campo hebben dat probleem aangekaart. En vorige week heeft Antigent ook nog eens de voorstelling Histoire du Théâtre 2 geschrapt, omdat 3 van de Congolese dansers geen visum krijgen om naar België te reizen. Cultuurhuizen benadrukken dat dat geen alleenstaand geval is en dat de problematiek ruimer is dan enkel Congo. Strekt zich uit naar andere Afrikaanse landen, Azië, ook Syrië bijvoorbeeld. In de tijd van 19 januari heeft de minister aan de VRT toegegeven het probleem te kennen, maar er eigenlijk weinig aan te kunnen doen. U zei toen, het vrij verkeer van mensen ligt vandaag moeilijker dan 10 jaar geleden. Maar meneer de minister, omdat diversiteit, samenwerking met landen buiten Europa toch wel een belangrijke waarde hebben voor de cultuurhuizen en onze kijk op cultuur, lijkt het me van groot belang dat we dat hier toch even op tafel leggen. Daarom heb ik de volgende vragen aan de minister. Heeft de minister zicht op hoe groot de impact is momenteel voor de Vlaamse cultuurhuizen, buiten degene die in de media naar boven zijn gekomen? 2, heeft de minister hierover eventueel overleg gehad met de federale collega's? Zo niet, plant u daar overleg te nemen, op welke termijn? En welke stappen zijn er, heeft u reeds ondernomen om tot een oplossing te komen? En dan ook, heeft de minister zicht op hoe het zich ook voordoet in de omgekeerde richting, namelijk dat artiesten van België moeilijk hebben om aan visum te geraken voor landen buiten Europa. Denk maar, er was ook een bericht van de week aan Coily SX, die noodkreet eigenlijk slaakte. Meneer de minister? Ja. Dus uw eerste vraag, daar antwoord ik het volgende op. Een tiental instellingen en huizen informeerden me inderdaad over de afgelopen jaren over visumproblemen. Daarop heb ik Cultuurloket gevraagd, want zijn wel degelijk zij die zich daar ook mee bezighouden, om te bekijken welke problemen er generiek ervaren worden, hoe instellingen met de visumaanvraag voor buitenlandse artiesten omgaan en om de sector vervolgens op een heldere manier hierover te informeren. Cultuurloket heeft al de basisinfo om een visum aan te vragen voor buitenlandse artiesten op haar website gezet. Dus ik ben nog in blijde verwachting over het bredere plaatje. En ik zal daarover ook in debat gaan met een aantal cultuuractoren in het NT Gent, ik denk volgende week. Dus ik wil zeker dieper ingaan op de discussie. Dan heb ik hierover overleg gehad met de federale collega's, uw tweede vraag. Mijn administratie heeft samen met Cultuurloket in november 2018 wel degelijk al een overleg gehad met de FOD Buitenlandse Zaken hierover. En een overleg met de dienst Vreemdelingenzaken is dan weer gepland in de eerste helft van februari. Daarnaast vond tijdens een recente zending naar Marokko hieromtrent een overleg plaats tussen mijn diensten en de respectieve consult. Want er schijnen 2 elementen meer naar voren te komen. Congo, dat is natuurlijk een heel specifiek probleem, daar ga ik nu geen uitspraken over doen. Ik weet niet of ik daar over krachten zal beschikken om de diplomatieke relaties, want het gaat daar eigenlijk over, te kunnen verbeteren. Maar we gaan dat nader bekijken. Maar ook bij Marokko hoorden we recent toch een aantal klachten. Het gesprek, de werkvergadering in Marokko, leverde alvast toch op, maar we gaan dat allemaal verzamelen en ik wil die gegevens daar ook wel met de commissie delen, dat... Ik zal het zo zeggen, wanneer men tijdig een visum aanvraagt, het over het algemeen toch wel lukt en dat de geweigerde aanvragen van visa voor artiesten eigenlijk lager liggen dan voor anderen. Dat is wat men ons daar gezegd heeft, dus met andere woorden, 40% van de visa-aanvragen van Marokkaanse burgers worden geweigerd. En maar, dus dan zeg ik 20% wanneer het over kunstenaars gaat. Dus in die zin zijn we ons toch ook op het consulaat dat tijdige aanvragen zeer belangrijk zijn, waarmee ik niet het probleem daartoe enkel wil herleiden. Maar dus, dit zijn enkele elementen die ik u al meegeef en die we nu verder gaan in de diepte bekijken. Dan verdere stappen. De stappen die ik ondernomen heb, heb ik hierboven al geschetst. Er is wel degelijk een opdracht aan Cultuurloket om dit dieper te gaan uitklaren. De contacten met de federale overdiensten ook te intensifieren. We willen alvast zeker alle betrokken partijen beter informeren over de juiste procedures. En anderzijds, indien mogelijk, een bepaalde specificiteit voor de culturele sector hierbij creëren. Ik weet niet in hoeverre dit zal mogelijk zijn. Dan 4 heb ik zicht op de omgekeerde richting, problemen in de omgekeerde richting.
en zijn mij een beperkt aantal gevallen bekend, waarin artiesten uit België moeilijkheden hadden om een visum te bekomen voor een land buiten Europa. In 2017, dat herinnert u zich nog, waren er een aantal gevallen binnen, om de VS binnen te geraken, waaronder Coeli en SX. Ik ben toen ook meteen met de sector in overleg gegaan om het probleem in kaart te brengen, om te zien wat is er nu juist aan de hand, als ook om te bekijken wat mogelijk was om zo'n situaties in de toekomst te vermijden en de sector beter te informeren. En dus hier heeft dan bijvoorbeeld, omdat het over pop- en rockartiesten ging, Poppunt alles op een rijtje gezet op haar website om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Nog even vermelden, ik heb al Marokko genoemd, ik heb Congo genoemd, ook in China ondervonden een aantal artiesten moeilijkheden om een visum te bekomen. Dit kaartte ik aan in het kader van mijn zending naar China in najaar van 2018. En hier werd wel degelijk een passage opgenomen in het nieuwe werkprogramma voor cultuur, jeugd, sport en media met de Chinezen voor 2019-2022, dat tijdens de zending ondertekend werd. Dus met andere woorden, echt een engagementsverbintenis om, en dus zo uitdrukkelijk benoemd, om de wederzijdse papieren voor het reizen van artiesten op te lossen. Dus voilà, ik probeer de diepte op het probleem juist in zicht te krijgen. Ik heb daarvoor een goede partner, Cultuurloket. Ik heb nog een debat daarover met de cultuursector in Gent volgende week. En we hopen dan de komende weken exact een zicht te krijgen op waar de problemen liggen en hoe we die kunnen verbeteren. Ik hoef u wel niet te zeggen dat we in een wereld zitten waarin het vrije verkeer van personen de laatste 5 jaar toch wel meer onder druk staat dan daarvoor. Dat heeft met allerlei factoren te maken, onder meer met terrorisme. Hè. En dus ik hoop dat we toch het vlot verkeer van mensen in het algemeen en artiesten in het bijzonder kunnen blijven garanderen. Mevrouw Segers. Ja, dank u wel, meneer de minister. Terecht, hè, dat laatste punt dat u aanhaalt. We leven echt wel in een bange wereld vandaag, waar dat vlot verkeer van mensen onder druk komt te staan. Maar dat is natuurlijk wel heel cruciaal. Cruciaal voor de wereldvrede. Laat het me maar de grote woorden gebruiken. Maar de culturele sector is bij uitstek natuurlijk een sector die zeer internationaal opereert. En dat daar beperkingen in worden gelegd, steeds duidelijker te voelen, is natuurlijk een heel trieste zaak. Maar ik ben bijzonder verheugd te horen dat u dus de koet bij de horens neemt. Dat u de opdracht aan Cultuurloket gegeven heeft. Het overleg van uw administratie met de FOD en de dienst Vreemdelingenzaken is denk ik ook een heel belangrijk signaal. En ook verheugd te horen dat u zowel op uw recente zending naar Marokko, maar ook die onlangs met China, toch ook de zaak op tafel legt. En inderdaad, ik denk dat de way to go is om bij overeenkomsten zoals u deed in China, echt een engagement van wederzijds engagement om dat op te nemen. De weg andersom, ja, dat is natuurlijk, hè, als je dan leest dat Coeli en SX, hè, die naar South by Southwest gingen gaan en dan hun droom uiteengespat te zien, op wat dat er dan ook misgaat, dat is natuurlijk bijzonder triest. Maar goed dat u de schouders daar mee onderzet. Als ik collega's even aansluit, meneer Meermans. Ja, aangezien het vandaag gedichtendag is, ja, heb ik ook iets voorbereid. En we gaan even terug naar 1977. Toen was ik bijna 10 jaar. En toen had de BRT, de huidige VRT, grote impact op de huisgezinnen. Vooral bij ons gezin thuis met de Wies Andersen Show. Ja, wie kent dat nog? En daar ben ik geconfronteerd met een leuke man, waarvan ik niet wist dat hij ook een dichter was. Ons moeder in alle staten, toen na gelukkig getrouwd, ook de termen gelukkig gescheiden bovenkwamen, wat zorgde voor enige consternatie langs de andere kant van de buis. We waren ook literair gezien, want ook is een boek van Hugo Claus plotseling verdwenen in de bibliotheek, toen iemand ontdekt dat hij ook een relatie had met een zekere Sylvia Christel. Dus dat waren andere tijden waar we nu over spreken. Maar goed, het was een dichter die mij wel aansprak, die ook snel leefde. Hij is ook, jammer genoeg, ook vrij vroeg aan zijn einde gekomen door een ongeval met zijn nieuwe zwarte Alfa Romeo. En dan heb ik het natuurlijk over Paul Snoek, betreurde dichter. Ik had de keuze tussen een sportgedicht en een erotisch gedicht.
Ik ga het veilig houden, dus ik ga het voor. Moet ik het erotisch gedicht nemen? Ja, duur. Wacht, dan moet ik het. Excuseer, want dan moet ik het eerst. Oh my god. Het schuin van mijn mond nemen. Ik dacht, ja. Oké. Ja, ik wou veilig spelen met een zwemmer is een ruiter. Maar goed, het publiek bepaalt, zo zijn we in een democratie. Goed, het is een gedicht. Het vijfde gedicht voor Maria Magdalena. Ja, ja, u kent het. U kent het van buiten, vaak opgezegd voor, bij dates, collega Van Dalen. Goed, vijfde gedicht voor Maria Magdalena. Van je eerste tot je laatste lichaam, liefste, laat mij al de minnaars zijn. Eerste jonge danser, zacht en eenzaam, die je speeksel zoekt en drinkt als wijn. Later de gevreesde, die zijn mieren jaagt van hoer naar hoer tot onze schade. Soms de sterke met verstilde spieren, hemelsbreed van blijdschap en genade. Laatste vader, die het zaad zal dragen, van je vrucht de vruchteloze pijn. En aan al je lichamen zal vragen, liefste, laat mij de geliefde zijn. En nu dat erotisch gedaan. Goed. And now something's completely different. Ja, samenwerking Vlaamse cultuur met buitenlandse artiesten. Ik moet zeggen, de opmerkingen die gemaakt zijn, het is niet enkel cultuur. Ik heb ook contacten met clubs, het gaat dan niet over voetbalclubs, die ook soms bellen, omdat er problemen zijn met visa van buitenlandse spelers die naar hier komen. En dat zijn dan niet al, dat zijn geen spelers uit Afrika, ook niet uit Azië, wel de andere kant van de wereld, maar ook uit landen die wij beschouwen als westers. En soms ook daar zegt men van, er is een probleem. Onze diensten werken natuurlijk, zoals u zegt, we leven in een gewijzigde tijd. Dus onze diensten zijn ook, denk ik, daar waakzamer over. Dat is nu eenmaal de consequentie. Als je ziet waaraan een visum kan geweigerd worden, dan zijn een aantal redenen. Dat zijn niet zomaar redenen. Maar ik denk dat inderdaad de juiste weg is die u bewandelt. Hè. Dat we inderdaad gaan en kijken hoe we dat kunnen faciliteren, beter maken. Maar ik heb u ook gehoord op het nieuws, dacht ik, toen u zei dat bepaalde landen, zoals Congo, waar de situatie toch enigszins anders is binnenlands, dat heeft natuurlijk ook wel zijn gevolgen voor allerlei uitwisselingen en dergelijke. Dat zal waarschijnlijk met andere landen ook zo zijn. Maar het is inderdaad dat u daarin met die landen contact opneemt en kijkt hoe akkoorden kunnen gesloten worden of zaken kunnen gefaciliteerd worden. We moeten wel mee rekening houden dat er natuurlijk een aantal landen zijn waarvan we kunnen zeggen, en druk me dan nog voorzichtig uit, dat het niet echt stabiele landen zijn met een stabiel regime. Daar zijn ook consequenties en daar moeten onze cultuurhuizen ook mee rekening houden. En inderdaad, vaak is het ook wel zo dat indien men op tijd de zaken aanvraagt, het meestal wel in orde komt, maar het heeft ook te maken met interne diensten van het land zelf, waar een en ander ook wel kan fout lopen, waar wij hier vanuit Vlaanderen of vanuit België niet kunnen doen. Maar in elk geval, ik denk dat u de juiste weg volgt en u daarin onze steun om dat vandaar van stuk naar stuk te gaan bekijken en pogen te faciliteren. Dank u wel. Dank u wel. Meneer de minister nog? Nee. Mevrouw Segers, kunnen we afronden? Of? Ja? Dan is deze vraag inderdaad afgerond. Dank u wel. Dan komen we bij de volgende vraag. Ook van u, hè, over het geschil tussen de VRT en Norkring. En de gevolgen daarvan voor de continuïteit van radio-uitzending van de openbare omroep. Mevrouw Segers. Dank u. Nog tot 5 maart wordt het merendeel van de radio-uitzendingen van de VRT uitgezonden van op 4 zendmasten die toebehoren aan Norkring. En dan komt een einde aan de overeenkomst tussen Norkring en de VRT. Hoewel Norkring kandidaat was om de opdracht verder te zetten, heeft de openbare omroep na een openbare aanbesteding het uitzenden van de FM-programma's voor een volgende periode aan een ander bedrijf toegekend, namelijk het Nederlandse bedrijf Broadcast Partners. Tot op heden is er echter nog steeds geen overeenkomst afgesloten tussen Broadcast Partners en Norkring, tenzij mijn informatie daaromtrent ondertussen verouderd is.
waardoor eigenlijk wel een potentiële continuïteit van de radio-uitzendingen van de openbare omroep in het gedrag komt. En dat vormde de aanleiding voor de VRT om een klacht in te dienen bij de Belgische Mededingingsautoriteit met het verzoek om voorlopige maatregelen op te leggen aan Norkring. Hoewel het mededingingscollege van de BMA oordeelt dat de VRT niet heeft aangetoond dat op dit ogenblik voldaan is aan de voorwaarden om voorlopige maatregelen te nemen die een nadeel voor de omroep vermijden, dat was toch te lezen in de Tijd op 24 januari, meent het college dat het algemeen economisch belang voldoende groot is om over een inbreuk op de mededingingsregels te spreken, als op 5 maart de continuïteit van de programma's van de VRT niet is verzekerd. Norkring is daardoor verplicht om de lopende dienstverlening van op de 4 zendmasten voor te zetten vanaf 5 maart. En dit tegen de voorwaarden die Norkring in zijn aanbestedingsprocedure opgaf. Die situatie zal van kracht blijven tot er een akkoord is of tot de rechter zich over het verzoek heeft uitgesproken. Broadcast Partners heeft van zijn kant immers een procedure aangespannen in de ondernemingsrechtbank in Antwerpen om Norkring op te leggen om tegen redelijke voorwaarden een overeenkomst met het bedrijf te sluiten die toelaat uitzendingen te verzorgen. Nu, gezien de Vlaamse overheid via PMV een belang van 25% heeft in Norkring, wil ik graag van de minister vernemen welke bemiddelende rol hij opgenomen heeft om tot een akkoord te komen en aldus de continuïteit van de radio-uitzendingen van de openbare omroep te vrijwaren. Want beeld u allen in, het is onmogelijk dat de radio-uitzendingen van de VRT zouden op 5 maart ineens uitvallen. Daarom de vragen. 1. Heeft de minister reeds gesprekken gevoerd met de betrokken partijen? Zo ja, wat is de uitkomst ervan? Zo nee, is hij van plan om überhaupt een bemiddelende rol op te nemen? 2. Is de minister op de hoogte van de redenen waarom er niet tot een overeenkomst komt tussen Broadcast Partners en Norkring? Zo ja, kan hij die toelichten? 3. Kan de minister het standpunt van de VRT en de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit verder toelichten? Wat zijn de concrete gevolgen en implicaties volgens uw inschatting? 4. Als er voor 5 maart geen akkoord bereikt wordt, wordt de VRT eigenlijk verplicht om verder te blijven werken met Norkring, die in de openbare aanbesteding niet als de beste kandidaat naar voren kwam. Wat zijn dat financiële en praktische gevolgen daarvan dan voor de openbare omroep? En tenslotte, heeft u zicht erop wanneer dat de uitspraak van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen verwacht wordt? En echt tenslotte, overweegt de VRT om de aanbestedingsprocedure opnieuw op te starten indien men niet tot een akkoord zou komen? Maar laat ons vooral hopen dat dat laatste geen waarheid kan worden. Dank u wel alvast voor uw antwoord. Dank u wel, meneer minister. Ja, nog kort even de feiten overlopen. De VRT had in het verleden een distributieovereenkomst met Norkring, wat inhield dat Norkring instond voor de verspreiding van het FM-aanbod van de VRT. De VRT kreeg de frequenties toegewezen door de Vlaamse regering en Norkring is eigenlijk de technische onderaannemer die de uitzendingen via FM verzocht. In die hoedanigheid heeft Norkring zelf geen band met de Vlaamse gemeenschap op basis van het mediadecreet. Het mediadecreet kent als het ware Norkring niet in de hoedanigheid van onderaannemer van de VRT. Gezien de overeenkomst met Norkring zal stoppen in 2019, heeft de VRT in 2017 voorbereidingen genomen voor een nieuwe distributieovereenkomst en in 2018 een call, dus een aanbesteding, in de markt gezet. De VRT besliste dan, zoals u weet, op 11 juni van vorig jaar de nieuwe distributieopdracht te gunnen aan Broadcast Partners. Broadcast Partners wil blijkbaar beroep doen op de infrastructuur van Norkring om de nieuwe uitzendingen van de VRT te verzorgen en daarin moet een overeenkomst gevonden worden. Norkring wordt in parallel door de Belgische Mededingingsautoriteit verplicht om de uitzendingen van de VRT via de 4 grote masten verder te zetten tot een overeenkomst gesloten is tussen Broadcast Partners en Norkring. Norkring heeft me laten weten dat het een procedure in kort geding is gestart voor de Brusselse rechtbanken tegen de overeenkomst tussen VRT en Broadcast Partners. Norkring laat verder ook weten dat het de VRT ondertussen een nieuw voorstel heeft gedaan voor verdere uitzendingen via de 4 opstelpunten. Tot zover de feiten zoals ik ze ken. Dan uw eerste vraag. Heb ik gesprekken gevoerd? Ik ben door beide partijen op de hoogte gesteld dat er problemen zijn. Maar ik was en ik ben niet bereid om hier intussen te komen. Hoe de VRT de technische uitzendingen van haar radioaanbod verzorgt, valt onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder. Bovendien is ook Norkring een autonoom commercieel bedrijf.
dat de VRT eigendom is van de Vlaamse gemeenschap en dat ook Norkring in haar aandeelouders structuur PMV heeft, belet niet dat die twee autonome bedrijven zijn waar ik als minister voor media niet intussen kan of mag komen. Dit zijn commerciële bedrijven met CEO's die rapporteren aan hun raden van bestuur en tegenover die organen verantwoording afleggen over de operationele zaken en de dagdagelijkse leiding. En dat is niet een zaak van de minister van Media. Wat zijn de redenen dat men niet tot een overeenkomst komt voorlopig? Uw tweede vraag. Waar het over gaat is de toegang, de rechtstreekse toegang tot de vier hoge zendmasten van EGEM in West-Vlaanderen, Genk in Limburg, Schoten in Antwerpen en Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant. Broadcastpartners vraagt een overeenkomst met Norkring voor het gebruik van die masten. Dit is een contractuele en commerciële aangelegenheid tussen de betrokken partijen waar ik niet in wens tussen te komen. Dan drie, wat is de beslissing van de mededingingsautoriteit exact? De gevolgen en implicaties. De VRT heeft de Belgische mededingingsautoriteit ingeschakeld om bij wijze van voorlopige maatregel een verplichting op te leggen aan Norkring om de continuïteit van de FM-uitzendingen van de VRT te verzekeren. De Belgische mededingingsautoriteit heeft dit verzoek ingewilligd. De integrale beslissing van de Belgische mededingingsautoriteit is tot op heden, 18-20 januari 2019, dat was de dag waarop het antwoord, het ontwerpantwoord hier was opgemaakt, nog niet gepubliceerd, al dus de VRT. Dan vier, wat als er geen akkoord tijdig bereikt wordt met de financiële en praktische gevolgen daarvan? De Belgische mededingingsautoriteit legt op dat de verdere uitzendingen moeten gebeuren aan de prijs van het best and final offer, de finale offerte dus, van Norkring. Gezien dit luik volgens de VRT hoger was dan de offerte van broadcastpartners, zal dit inderdaad in dat geval volgens de VRT wel degelijk een meerkost impliceren. Maar wat mij anderzijds wel geruststelt, is dat de continuïteit van de FM-uitzendingen verzekerd is voor de luisteraar. Dan vijf, wanneer wordt de uitspraak van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen verwacht? Volgens de VRT zou dit midden maart zijn. Dus het zit niet helemaal conform die datum van 5 maart, die deadline van 5 maart en de mogelijke tussentijdse uitspraak. En zes, overweegt de VRT, zoals u vraagt, om de aanbestedingsprocedure opnieuw op te starten indien men niet tot een akkoord komt? Nee, dit is volgens de VRT niet aan de orde. Dank u wel, mevrouw Segers. Ja. Ik begrijp uw standpunt, maar het brengt ons natuurlijk... Het brengt niemand echt veel verder. Hè. Als u zegt van... Ik kan er niet intussen komen, ik ga er niet intussen komen. Wat ik onthoud is dat inderdaad... Het is niet 5 maart, maar het zou midden maart zijn. Dat enerzijds, en dat is het goede eraan, dat de continuïteit van de uitzendingen wel gegarandeerd zal blijven. Maar wel dat de VRT dan toch wel met een serieuze meerkost zou kunnen, zoals ik vreesde eigenlijk wel, met een serieuze meerkost zal te maken hebben. Dus natuurlijk een heel vervelende aangelegenheid, waarvan dat ik hoop dat nu die ondernemingsrechtbank in Antwerpen zo snel mogelijk een uitspraak kan doen. En dan zullen we zien in welk in ene of geen geval een uitspraak zal doen, waar dat we verder staan. Maar op dat moment gaan we ook wel zien van, kan de VRT het alleen oplossen? Gaat er toch moeten ingegrepen worden? We gaan dat op dat moment zien, maar het is een heel vervelende kwestie. Dank u wel. Nog collega's, meneer Van Dalen. Ja, heel kort, voorzitter. Ja, minister, uw antwoord verrast een beetje, maar we hebben er wel, denk ik, begrip voor dat u zegt, ik wil daar niet intussen komen. Maar laten we toch hopen dat dit inderdaad de continuïteit van dit verhaal, niet ten koste gaat van de continuïteit, hè, want dat zou toch wel jammer zijn. Maar goed, we begrijpen dat u ons geruststelt. U zegt, zij moeten die continuïteit garanderen. Laten we het hopen. Dat is bijzonder, hè. Deze. Nog nee, minister, nog nee. Kan u hier... Mevrouw Segers, dank u wel. Dan is deze vraag ook afgehandeld. Kunnen we naar de volgende vraag om uitleg gaan? Die is van collega Tine Suns. Over de naleving van het kinderrechtenverdrag naar aanleiding van de 80ste sessie van de Verenigde Naties Kinderrechtencommissie. Mevrouw Suns, het is gedichte dag. Je bent wel over kinderen, hè? Gedicht voor Maria Magdalena, nummer 4. Wilfried heeft een probleem, denk ik. Ik niet alleen op gedichte dag. Ik ben de draak aan het steken met mijn collega Meerman. Oh. Geef haar een
Ah, dat is van de auto, dat is voor tien. Het heet De Infinitief en het is van Leonard Nolens. Jezelf zijn. Jezelf zijn om het even wie, maar jezelf zijn. Je rechterhand verkwanselen, aan vreemden je geboorterecht vertalen, in een ander tot huilens toe trainen, in scheel zien naar doelen. Je kop verliezen in muizenissen van vrienden, maar jezelf zijn. Jezelf zijn om het even wie. Maar jezelf zijn. Je eigen liefde kopen, van straatvenders met je zelfhaat. Honden dresseren met je hartaandoening. Honderden klokken gelijk zetten, daar in een land over zee. In het holst van de nacht elektronisch bankieren, als snotaap van zeven verdwaald in zijn verdwenen ouderhuis. Maar jezelf zijn. Hoe prachtig, hoe vermoeiend jezelf zijn om het even wie. Voilà, bij deze. Mooi gedicht, hè? Heb je erop geoefend, hè? Ja, ik heb erop geoefend. Ik heb voordracht gedaan vroeger, dus ja, je ziet, dat zit er nog altijd in, een beetje. En nu mijn vraag over het VN-kinderrechtencomité. Vorige week donderdag werd een delegatie van de Belgische overheid uitgenodigd in Genève om het overheidsrapport met betrekking tot de naleving van het kinderrechtenverdrag toe te lichten op de 80ste sessie van het VN-kinderrechtencomité. In het alternatieve rapport van de NGO's worden een aantal gedeelde bezorgdheden geuit, onder andere met betrekking tot de hoge kinderarmoedecijfers, een te beperkte strijd tegen pesten, de onderfinanciering van het M-decreet en de wisselvallige opvang van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. De NGO's hebben dus heel wat twijfels bij de staat van onze kinderrechten, niet enkel op federaal niveau, maar ook met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. Ik heb een aantal vragen voor u. Wie ging er van naar Genève voor Vlaanderen? Maakt u daar deel van uit? Hoe hebben zij zich voorbereid op deze plenaire vergadering? Wat waren de beschouwingen van het VN-kinderrechtencomité met betrekking tot de rapporten van de overheid, de NGO's en de kinderrechtencommissariaten? En is daar reeds een verslag van beschikbaar? Hoe plant de regering de slotbeschouwingen van het VN-kinderrechtencomité te verankeren in het komende beleid, ook over de verkiezingen heen? Hoe wil de regering de slotbeschouwingen integreren in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan? En het kinderrechtenverdrag verplicht ons ook om de ontvangen slotbeschouwingen bekend te maken. En hoe zult u dat doen? Tot daar, voorzitter. Dank u wel, meneer de minister. Dus, eerste vraag. Wie ging er naar Genève voor Vlaanderen en maakte de minister deel uit van de delegatie? Staan we toe te vermelden dat de Belgische delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende overheden van ons land. Dus namelijk niet alleen van de Vlaamse overheid, maar ook van de federale overheid, de Franse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitsstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, NCRK zelf. De delegatie werd geleid door de heer ambassadeur Geert Muilen, vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken bij de Verenigde Naties in Genève, en mevrouw Karen van Latem, voorzitter van de NCRK. Voor Vlaanderen maakten 4 personen deel uit van de delegatie. De Vlaamse delegatieleden waren Joost van Haalst, beleidsmedewerker en kinderrechtencoördinator op ons departement, dus cultuur, jeugd en media, en Vlaamse ondervoorzitter van de NCRK. En mevrouw Jole Louwagy, beleidsmedewerker op het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en coördinerend aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid, voor haar beleidsdomein. En dan ook Filip Michiels, mijn raadgever en vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, ook bij de NCRK. Zodoende kwam de Vlaamse delegatie tegemoet aan de afspraak om een evenwicht te hebben tussen technische expertise en politieke vertegenwoordiging. En als 4de persoon was er dan ook Chris Dieriks, algemene vertegenwoordiging van de Vlaamse regering bij de Verenigde Naties in de delegatie. Zelf nam ik niet deel. Er maakte ook geen enkel minister deel uit van de delegatie. Dan, hoe is de voorbereiding op deze plenaire vergadering verlopen? De voorbereiding voor deze constructieve dialoog met het VN-comité voor de rechten van het kind over de toepassing van het kinderrechtenverdrag verliep onder coördinatie van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, dat is geen verrassing, en de kinderrechtencoördinator op het departement Cultuur, Jeugd en Media is ondervoorzitter van de NCRK, ik zei het al, en ook administratief aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid en was van in het begin bij proces en dialoog betrokken.
Midden juli 2018 ontving België een zogenaamde List of Issues, een vragenlijst van 22 knelpunten. En medio november werd het antwoord onder coördinatie van de NCRK ingediend. Tijdens een core multi, dus een multilateraal overleg binnen België van alle overheden, van 13 december 2018 werden afspraken gemaakt omtrent de voorbereiding en organisatie en de samenstelling van de delegatie. Dat gebeurt altijd zo. Dit met respect voor de bevoegdheden van de verschillende overheden. Op 18 december volgde dan een voorbereidende vergadering met de delegatie bij NCRK, waar dan de nadruk op de inhoudelijke bespreking lag. Afgesproken werd dat de inleidende verklaring zou geopend worden door de ambassadeur en dat de voorzitter van het NCRK, of van de NCRK dan eigenlijk, dan zou vervolgen met een inhoudelijke inleiding. Bij deze inhoudelijke inleiding lag de nadruk op de laatste ontwikkelingen. De NCRK-voorzitter nam verder ook de leiding en de dispatching van de mondelinge vragen van het comité op zich. Het ontwerp van beide teksten werd dan via de core multi ter goedkeuring voorgelegd aan de delegatieleden voor vertrek. En voordat de dialoog plaatsvond, maakte de FOD Buitenlandse Zaken de toespraken formeel over aan de Belgische permanente vertegenwoordiging in Genève. Inhoudelijk en voor materies waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn, hebben de Vlaamse delegatieleden zich op basis van onder andere de List of Issues proactief en in overleg met de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid in de verschillende beleidsdomeinen voorbereid op de zitting. In de schoot van de NCRK werden de verschillende items toegewezen en werden de vragen voorbereid die betrekking hebben ook op heel het land. De delegatieleden spraken af een lijst van contactpersonen samen te stellen. Van deze contactpersonen werd verwacht dat ze 1. Voorafgaandelijk informatie aanleverden en 2. De live webcast volgden op 24 en 25 januari en proactief antwoorden aanleverden via een algemeen mailadres van de NCRK op de vragen die de leden van het comité dan stelden of aan het stellen waren. Ten derde moesten zij bereikbaar zijn op donderdag namiddag en avond, 24 januari, en de vrijdagvoormiddag 25 januari, ter ondersteuning van de dialoog, en dan ook nog eens op 26 tot 29 januari, met het oog op aanleveren van aanvullende informatie, en uiteindelijk op 1 en 4 februari, voor de verbetering van feitelijke fouten in de advanced copy, zoals het dan zo genoemd wordt, van de slotbeschouwingen die België dan in Genève zal ontvangen. Daarnaast bezorgde de NCRK een lijst van mogelijke vragen die opgesteld waren op basis van de List of Issues en de alternatieve rapporten. Op basis hiervan hebben de delegatieleden heel wat voorbereidende fiches opgemaakt die vervolgens door de NCRK werden geïntegreerd. Opzet was uiteraard zoveel mogelijk informatie bij de hand te hebben om ter plaatse met kennis van zaken te kunnen antwoorden. Dan 3. Wat waren de beschouwingen van het VN Kinderrechtencomité? En is er al een verslag beschikbaar? De slotbeschouwing van het Comité voor België wordt ten vroegste 7 februari verwacht. Dat is dus ook niet heel lang meer. En op 1 of 4 februari zal ons land dan een advanced copy van de slotbeschouwingen ontvangen. Dan hebben we 24 uur tijd om louter feitelijke fouten te verbeteren als dat nodig zou zijn. Een verslag van deze dialoog is niet beschikbaar, maar ik wil u zeker wel op de hoogte houden van uiteindelijk de finale elementen waar u in feite in uw vraag naar vraagt. En dan uw vragen 4 en 5. Hoe willen we een en ander verankeren in het komende beleid? Zoals blijkt beter uit wat ik zo net zei, zullen we al snel over de slotbeschouwingen beschikken. Ik ben er vrij zeker van dat de leden van de delegatie heel goed geluisterd zullen hebben naar de vragen van het comité en met de NCRK verder zullen werk maken van een accurate opvolging van de slotbeschouwingen. Gelet op de timing durf ik ervan uit te gaan dat ze een plaats zullen krijgen in de regeerbijdragen die momenteel door de Vlaamse administratie worden voorbereid. En binnen de Vlaamse administratie is het de taak van het departement CJM om dit alles goed te coördineren en ervoor te zorgen dat alle slotbeschouwingen waar Vlaanderen een rol heeft te spelen opgenomen worden. Wat betreft het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan is het decreet van 2012 op het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid zeer duidelijk. Het JKP moet beschrijven hoe met de slotbeschouwingen van het comité zal rekening gehouden worden. De aanspreekpunten en reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid krijgen hierin dan ook een grote verantwoordelijkheid om ze over de verkiezingen heen te tillen, en dat klinkt nu negatiever dan het staat, dus om ze over de verkiezingen heen ook mee te nemen.
De voorbereiding van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan is lopende, zoals u weet, op de reflectiegroep XL. Van 5 februari worden de prioritaire thema's afgebakend. En dan zal er het grote prioriteitendebat zijn van 26 april, waar een breed publiek wordt uitgenodigd om mee invulling te komen geven aan de prioritaire doelstellingen voor de volgende regeerperiode met betrekking tot het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid. En natuurlijk de slotbeschouwingen en het kinderrechtenverdrag zijn daarbij een absolute leidraad. En dan, hoe plan ik om een en ander verder bekend te maken? Ik plan om de slotbeschouwing als mededeling aan de Vlaamse regering over te maken. Zo is het altijd interessant om de collega's op de hoogte te brengen en ook te wijzen op het belang ervan. Uiteraard ben ik bereid, ik zei het daarnet al, om ze ook aan het parlement over te maken voor de vertaling ervan naar het Nederlands en de concrete opvolging. Vind ik het wenselijk om in het kader van de NCRK de nodige afspraken te maken. Wat niet wil zeggen dat ik het u al niet in het Engels kan geven, hè, maar dat is een kwestie van appreciatie. Ik zal het departement CJM alvast vragen om ze in de kijker te zetten onder het jeugd- en kinderrechtenbeleid op de website van het departement. Dus met dit antwoord, mevrouw Soens, hoop ik toch te kunnen zeggen dat een en ander grondig is gebeurd en verder ook grondig zal opgevolgd worden. Zo, mevrouw Soens. Ja, dank u voor uw uitvoerig antwoord. Meneer de minister, dank ook om ons op de hoogte te willen houden van de slotbeschouwing als ze dan volgende week vrijdag normaal gezien bekend zouden moeten worden, dat het dan ook aan het parlement wordt bezorgd. Ja, de slotbeschouwing moet natuurlijk in het JKP worden opgenomen. Dat was in het vorige JKP ook al zo, maar we merken toch wel dat daar... Ja, dat daar weinig van uiteindelijk van in huis komt. Ze staan er dan wel officieel in, maar er is ja, geen duidelijke link tussen de slotbeschouwing van het VN-Kinderrechtencomité en de uiteindelijke acties die dan in het JKP terechtkomen. Dus ik hoop met het vernieuwde JKP dat daar een duidelijkere link kan ontstaan en dat daar ook wel wat extra aandacht voor is om die slotbeschouwingen zeer ter harte te nemen en ook het JKP daar verder op te baseren. Ik heb nog twee bijkomende vragen. In het alternatieve rapport van de kinderrechtencommissariaten zaten er nog twee ja, wat meer institutionele opmerkingen. Eén, we hebben wel een JKP, maar een nationaal actieplan kinderrechten is er vandaag niet. Is de bedoeling om daar toch nog initiatieven in te nemen, het zij deze legislatuur, het zij misschien volgende legislatuur, om tot zo'n nationaal actieplan kinderrechten te komen. En twee, men dringt er bij de overheid ook op aan om transparantie te geven over de toewijzing van middelen voor kinderen en jongeren. We hebben natuurlijk de budgetten voor jeugd, maar uiteraard is het niet enkel jeugd waar middelen voor kinderen en jongeren naartoe gaan. En het is voor velen niet altijd duidelijk hoeveel budget er nu eindelijk wordt besteed aan kinderrechten in het algemeen en aan kinderen en jongeren. Dus zijn daar ook plannen toe om daar extra op in te zetten? Dank u wel. Collega's die willen aansluiten? Nee? Wat is er nog? Wel, inderdaad, uw eerste opmerking, de link of de uitdrukkelijkere link tussen de slotbeschouwing en het JKP moeten we als de prioriteiten een vorm beginnen te krijgen ook zeker mee in ogenschouw nemen. Dus we zullen kijken dat we dat maximaal kunnen doen of beter kunnen doen dan het misschien tot vandaag gebeurt. Dan uw vraag over een nationaal actieplan wil ik bekijken met de NCRK, wat daar kan, wat daar wenselijk is. Dus ik wil het wel zeker bekijken, hè, maar dat, verder kan mijn engagement op dit ogenblik niet reiken. En dan, ik versta uw vraag over de transparantie van de middelen en de toewijzing voor kinderen en jongeren, niet alleen de rechtstreekse jeugdbudgetten van de verschillende ministeries, maar ook het bredere. Ik denk wel dat het interessant is om daar beter werk van te maken. Het zal waarschijnlijk trouwens ook een uitdaging zijn voor de volgende Vlaamse regering aan zich, om die zogenaamde, ik zal het nu zo noemen, scharnierbudgetten tussen departementen ook een duidelijker zichtbaar te maken. Ook meer te gaan maken eigenlijk. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben daar een beetje ervaring mee wanneer we avontuurlijke en groene speelplaatsen maken, leggen we een budget samen met drie ministers, hè, jeugd, onderwijs, sport.
wanneer we het openbaar vervoer flexibeler maken om naar het kamp te gaan, is dat ook zo. En eigenlijk is dat, op het eerste zicht, is dat voor politici altijd een ongemakkelijk budget, omdat men heeft wat men heeft en dan moet men een aantal dingen samenzetten. Maar ik denk als we werkelijk een stap zullen willen zetten met een horizontale aangelegenheid, zoals het nieuwe JKP, dat die scharnierbudgetten toch op een of andere manier door de volgende regering, wie het ook wezen, een beetje meer institutioneel zullen moeten gemaakt worden en derhalve ook zichtbaar. Dus ik volg u wel in uw pleidooi, nu met de ervaring die ik ook rond concrete voorbeelden die ik hier nu gaf de laatste 5 jaar heb. Ik denk dat we daar inderdaad wellicht het echte verschil zullen kunnen maken. Roosens, laatste woord? Nee, niet nodig. Dank u wel. Is de vraag om uitleg afgehandeld? Komen we bij vraag 7. Een vraag van collega Katekoudizer over de optimalisatie van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Mevrouw Koudizer. Ja, dank u wel. Ik ga ook eerst een kort gedicht voorlezen. En ik heb daarvoor gekozen voor de dichteres Judith Herzberg. Onlangs nog de Nederlandse prijs der letteren gekregen. En het moet gezegd, haar oeuvre is indrukwekkend. En haar gedichten zijn soms door de eenvoud zo mooi. Het was dus moeilijk kiezen uit haar gedichten. Maar met de sneeuw van de laatste dagen heb ik dan gekozen voor En of het hier gesneeuwd heeft. Eerste sneeuw. Ja, eerste sneeuw. Maar wie heeft ogen voor de laatste? De laatste sneeuwpop. Het smelten van de voeten. Wie let daarop? Zo gaat het ook met pijn. Je voelt het onbarmhartige begin, maar het verdwijnen maak je op uit het verdwenen zijn. En dan over naar de vraag. Het past er misschien ook perfect bij. De optimalisatie van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Ik denk dat we deze bestuursperiode werk gemaakt hebben van een verbeterde afstemming tussen alle spelers, alle culturele spelers in Vlaanderen en Nederland. Het was niet altijd een gemakkelijke oefening. We hebben daarvoor ook externe expertise ingeschakeld. Maar ik denk dat we ondertussen toch wel kunnen zeggen dat daar stappen vooruitgezet zijn, al was het maar dat het ook een proces in gang gezet heeft van enerzijds interne reflectie bij de organisaties zelf over wat zijn onze doelstellingen, is onze core business, en anderzijds ook eigenlijk de dialoog kunnen opstarten tussen de verschillende spelers, hoe ze elkaar kunnen aanvullen, hoe ze kunnen met elkaar samenwerken. En ik denk dat dat ondertussen toch wel een goede oefening geweest is en dat heeft ook een stuk vorm gekregen in de nieuwe beheersovereenkomsten. Ik vond het interessant, ook op de laatste bijeenkomst van de Taalunie, om die verschillende betrokken spelers, want we hebben ook afgebakend van met die spelers gaan we de oefening doen, om met die betrokkenen verder van gedachten te wisselen. En ik moet zeggen dat, misschien kunnen de collega's die er ook waren, dat wel beamen, dat er eigenlijk positief op teruggekeken wordt. Zoals we al zeiden, dus er wordt beter met elkaar samengewerkt. Er zijn vormen informeel en formeel overleg met elkaar. Daardoor komen ze eigenlijk ook automatisch tot een betere afstemming. En ik zeg het ook, die interne reflectie heeft wel wat veroorzaakt. Dus ik zou zeggen dat die oefening al wel wat vruchten heeft opgeleverd. Uiteraard, zo'n oefening staat ook nooit stil, moet ook geïmplementeerd worden. Ook de maatschappelijke evoluties veranderen opnieuw. Maar nu we ook aan het einde van de legislatuur zijn, had ik graag aan u gevraagd of er nog een vorm van evaluatie komt over waar we nu staan. Vooral dan ook met het oog naar de toekomst. We hebben een aantal zaken in gang gezet. Wat is daar positief aan? Waar moeten we nog extra aandacht aan besteden? Als u het mij vraagt, wat moet de rol van Vlaanderen zijn? Faciliteren, regisseren en ondersteunen. Hoe kunnen we op
korte termijn lees in de volgende jaren, die rol verder gaan opnemen. Welke prioriteiten zien we daarin en wat kunnen we eigenlijk achterlaten als een soort, moet ik het testament zeggen, van deze oefening die in deze legislatuur opgestart is, maar inderdaad niet af is. Dank u wel, meneer minister. Ja, de evaluatie. De reflectieoefening werd, zoals u weet, eind 2017 afgerond voor het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Voor de brakke grond en ook voor ons erfdeel werden de gemaakte afspraken inmiddels verankerd in een beheersovereenkomst voor de periode 2018-2020. En dat tijdens deze beheersperiode vinden dan regelmatig overlegmomenten plaats tussen de respectieve organisaties. Dat zal dus wel blijven verder gaan, daar hebben we ook voor gezorgd. En wordt ook een visitatiecommissie gepland die onder meer de verankering van de aandachtspunten van de reflectieoefening zal beoordelen. Dus dat is, zou ik zeggen, geen formele evaluatie met een eindpunt op zich, maar een eerder ongoing evaluatie. Dus dat willen we zeker wel doen. Het houdt dus met andere woorden ook niet op. Dan, waar moeten we verder op inzetten? Het beter ondersteunen en het beter begeleiden van initiatieven die bottom-up tot stand komen tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties in het culturele veld verdient zeker de komende tijd speciale aandacht. En hiervoor maakte ik dan ook extra middelen vrij, een bescheiden bedrag van 50.000 euro, waarmee de brakke grond aan de slag zal kunnen gaan door een traject op te starten om een wegwijsfunctie uit te bouwen voor cultuurmakers, in het bijzonder voor opkomende cultuurmakers, daar mikken we eerder op natuurlijk, in Vlaanderen, die in Nederland speelplekken willen vinden. Ook Nederland van haar kant overweegt hier met een extra budget op aan te sluiten, zodat we het cultureel grensverkeer alsnog kunnen versterken. Waarom doen we dit? Omdat we denken dat de oefening met de grotere instellingen nu achter de rug is en verder aan de gang gehouden wordt. Maar we merken dat rond die grotere instellingen er heel veel intense cultuursamenwerking gebeurt en dat we daar nog, zeker voor het jonge talent, verder versterking kunnen bieden. De prioriteiten voor de Vlaamse regering, voor de volgende verbeterde culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, uw derde vraag. Met de reflectieoefening zijn we in de doelstelling geslaagd om de instellingen die opereren binnen die samenwerking echt wel meer te laten afstemmen en in netwerk te laten werken. En ik denk dat we toch een sterke impuls hebben kunnen geven aan de Nederlandse Taalunie ook, die weer krachtiger in haar inhoudelijke rol komt te staan. En met het cultuurmakerstraject van de brakke grond, waar ik daarnet naar verwees, geven we ook aan dat de Vlaams culturele samenwerking toch wel ruimer gaat dan over deze instellingen alleen. Tot slot, de reflectieoefening heeft dus waarschijnlijk het meest haalbare opgeleverd binnen de grenzen van de bestaande verdragen. Indien de volgende Vlaamse regering de culturele relaties met Nederland een nog groter elan wil geven, zou willen geven, moet, en dat moet voor mij niet, maar ik wil, moet ook een heroverweging van de huidige verdragen besproken kunnen worden. Maar ja, dat is een zin die gemakkelijk op het einde van een antwoord op een parlementaire vraag wordt uitgesproken, maar die natuurlijk heel omvattend is. Maar ik denk dus globaal dat we wel een aantal nuttige zaken gezet hebben. De dynamiek om die instellingen beter te laten werken, samenwerken, is er wel degelijk. Als we nu ook wat meer oog opnieuw beginnen krijgen voor de omringende dynamiek, denk ik wel dat we pakweg binnen 2 jaar, ik zeg maar wat, een nieuwe eikpuntevaluatie kunnen maken van heeft dit nu opgeleverd wat we ervan verhoopten. In alle andere gevallen, wanneer men echt wil beginnen schakelen of schuiven, komt men dan toch weer bij de verdragen uit. En het is een open vraag of dat de beste manier is om vooruit te gaan. Ik weet het niet. Dank u wel, mevrouw Koedisser. Ja, dank u wel, meneer de minister. Ik deel uw mening dat we inderdaad met die oefening een aantal stappen vooruit gezet hebben, vooral in die afstemming en dat overleg met elkaar en ook het zoeken naar de eigen identiteit. Want soms hadden we ook bij de grote spelers die heel veel gingen doen en waar ze nu toch reflecteren over wat is echt onze sterkte en wat is belangrijk dat we gaan doen in het veld. En zeker de brakke grond, die voor een stukje toch evolueert van een soort presentatieplatform naar eerder een kennisknooppunt en waar alle spelers en vooral kunstenaars en jonge kunstenaars terecht kunnen
Niet alleen om te presenteren, maar ook met allerhande andere vragen die dan doorgestuurd worden, waar het ook niet alleen gaat tussen Vlaanderen en bij wijze van spreken Amsterdam, maar heel Nederland en heel Vlaanderen. Dus ik denk dat die daar wel op de goede weg zijn. Vandaar denk ik, en vergelijk ik ook nog altijd met dat ene impuls die is gegeven is in het kader van die Vlaams-Nederlandse samenwerking, om wat impulsen te geven, zowel aan Vlaams als Nederlandse kant, rond samenwerken tussen die kunstenaars. Het ontsnapt me nu, hoe het precies noemde, om ja, misschien met zoiets toch ook nog eens verder te experimenteren. Ik krijg een tip wellicht. denk ik dat u ook terecht zegt van als we nog verder willen gaan, dan zullen we toch eens goed moeten nadenken over die verdragen. Ik denk dat die verdragen op zich nog altijd waardevol zijn, maar we moeten ook wel vaststellen dat er dat verdrag die een interparlementaire commissie is, dat daar toch wel ook eens een interne reflectie moet gebeuren. Vooral aan de Nederlandse kant stellen we weinig animo vast. Zonder nu te zeggen van we moeten dit dan maar op de schop brengen, want het lijkt mij wel een waardevol middel. Maar er zijn een aantal zaken waar we op stoten. Ik denk alleen maar aan het feit dat wij hier een andere 5 jaar hebben dan in Nederland, waardoor dat we heel vaak met nieuwe collega's ook geconfronteerd worden die tijd nodig hebben om in te lopen en wat doet die taalunie nu. Ik denk dat er sowieso een andere mentaliteit ook is tussen Vlaanderen en Nederland om op het vlak van taalcultuur samen te werken, alhoewel niemand echt in vraag stelt dat er niet in dit deel moet samengewerkt worden, maar hoe je het invult, ik denk dat daar ook eens ten gronde zal moeten over nagedacht worden. Wat ik wel ook gehoord heb in die gedachtenwisseling met de verschillende spelers, en ik vond dat wel ook een interessante piste om verder mee te nemen. Dus als wij inderdaad onze rol van facilitator en regisseur willen opnemen als Vlaanderen en de spelers in het veld hun werk laten doen, vragen zij voor een stuk aan ons van ja, als politici, als beleid, is het wel jullie die moeten de prioriteiten vastleggen. En als wij dan de vraag terugkoppelden van ja, wat zien jullie als prioriteiten, dan kwam eigenlijk het antwoord, we zien er 3. Namelijk verder inzetten op talentontwikkeling. 2, leesbevordering en leesplezier, de beiden, zijn belangrijk in onze maatschappij waar we iedereen willen vooruit helpen, waar we ook zitten in een kenniseconomie, dan is lezen, begrijpen een basisnoodzaak. Dus men zal daar, of we moeten daarop inzetten, en dat kan ook niet alleen van het onderwijs komen. Dus hoe kunnen wij met die spelers daar verder op inzetten? En het derde is uiteraard onze inclusieve maatschappij die we ogen, toegankelijke maatschappij, toegankelijk voor iedereen. Dus ziet u die 3 prioriteiten die zij als mogelijkheden naar voren schuiven ook als belangrijk? En 2, moeten wij inderdaad dan naar een volgende legislatuur toe niet kijken of wij daar inderdaad ook zelf vanuit de politiek die prioriteiten of andere moeten stellen? Ja, dank u wel. Collega's die willen aansluiten, ik wil zelf graag iets zeggen, kort. Wat gebeurd is... is zinvol, denk ik, minister. Er zijn kleine stapjes gezet. Laat ons ook eerlijk zijn. Maar het gaat niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, het gaat ook niet makkelijk omdat we aan onze noordere grens niet meteen enthousiaste buren hebben die per se die samenwerking als een meerwaarde erkennen. Hè? Dat is gewoon de realiteit. En dat voel je heel goed in de Nederlandse talen niet, vind ik sterk. Ik wil alleen maar toch nog even opmerken dat het project Beste Buren, van enkele jaren geleden, dat was wat ik u probeerde, collega, waar zijn effect heeft gehad. Ik zie dat nu ook met samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frans bijvoorbeeld. Ik denk als je dit soort projecten enkele jaren zou kunnen laten lopen, dat er wellicht ook een aantal vormen van structurele samenwerking kunnen uitgroeien, of toch meer diepgaand.
En dan, want ik blijf, net als collega Koeders, er wel een aanhanger van deze orangistische vormen van samenwerking. Omdat we toch de taal delen en dus wat cultuur ook meer kunnen uitwisselen. En tenslotte, ja, ik maak me ook zorgen over de Nederlandse talen niet, toch. Ik weet wel, er is een herstel nu geweest, laat dat duidelijk zijn. Maar toch, hoe moet het verder, zeker horende, hoe de Nederlandse collega's dat maar eigenlijk als een niet zo belangrijke instelling beschouwen. Maar toch zeggen, zoals het is, verdorie. En dus ben ik geen vragende partij om meteen de verdragen te herzien. Want dat zal geen verbetering opleveren, vrees ik. Maar goed, we zien wel, minister. Ja, afrondend, ik kan me zeker vinden in de prioriteiten die door mevrouw Koedizer gesuggereerd worden, maar het is niet meer recht aan mij om dat in de volgende fase te brengen. Maar ik denk inderdaad dat zeker goede klemtonen zijn waar verder iets mee moet of kan gedaan worden. Net zoals het matching fund, zoals het dan zo mooi heet, hè, dat we met de Franse gemeenschap hebben en Eau de France, waarvan ik eigenlijk ook vind dat in de volgende legislatuur we dit met Noord-Rijn-Westfalen zouden moeten kunnen doen, dat voor de Nederlandse vrienden goed is. Ik weet dat we al heel veel middelen in die Vlaams-Nederlandse samenwerking hebben, veel meer dan met die andere partners. Maar dus dat lijkt me wel goede zaken om mee te nemen richting volgende legislatuur. En inderdaad, ik deel ook wel de voorzichtigheid rond de herziening van het verdrag. Wij zouden, als we dat debat zouden willen aansnijden, dat wel eens onbevangen en enthousiast kunnen doen. Maar we hebben in elk geval nu toch de stevig verankerde samenwerking die we hebben. En ik weet niet, als we het verdrag zouden openen, waar we dan exact zouden uitkomen. Ik druk mij wat, algemener uit dan de voorzitter van deze commissie. Dus in die zin is het misschien zinvoller van, zoals u aangaf, op inhoudelijke prioriteiten in te zetten. En samenwerkingsprojecten op het terrein, dat eigenlijk een grotere verankering heeft dan het algemeen brede debat. Maar globaal gezien mogen wij ons toch nog altijd verheugen in een goede en evidente samenwerking. Een evidente samenwerking is natuurlijk ook een die je af en toe moet herijken, maar die is er wel natuurlijk. Het is niet dat we daar helemaal niks zouden hebben, dus dat maakt het een beetje intrigerender na 20 jaar, na 40 jaar, zelfs in ruimer historisch perspectief. Maar die wederzijdse appreciatie en samenwerking is er natuurlijk wel. Laatste woord voor mevrouw Koeders. Ja, ik denk dat wij hier allemaal een beetje diezelfde meningen delen. Ik ben ook blij dat inderdaad zo'n matching fund, dat die piste misschien wel eens moet verder bewandeld worden. En ja, wat de taalunie betreft, daar zullen we voorzichtig, misschien eens onder Vlamingen eerst nadenken hoe we dat zo goed mogelijk aanpakken. Ja, dank u wel. Collega's, ik stel voor dat we hier de commissie beëindigen zoals afgesproken. Ja, we hebben de betrokken vraagstellers voorgesteld een uur, anderhalf uur geleden om die vraag door te schuiven. De minister moet weg. Dus de twee. Je was er niet, hè? Het is juist. Is het een optie zonder mij met de werkzaamheden te bemoeien? Dat het, kan je om dat twee uur? Doen we het na de decreten? Maar is het anders een optie dat we het verschuiven een week? Ik bedoel. Ik ben speciaal eraf gekomen. Ik laat een andere vergadering die om 12 uur begint te vallen hiervoor. En je wordt nu zomaar Ik heb het ook om